Wie had gedacht dat een of ander beestje zo'n immense crisis en zoveel ellende zou kunnen teweegbrengen? Door de op hol geslagen ontbossing, verstedelijking en industrialisatie bieden we microben, die normaal gezien bij dieren horen, de kans om het menselijk lichaam binnen te dringen. Wij maken deel uit van de natuur en we zijn er afhankelijk van. Biodiversiteit is de ongelooflijke verscheidenheid aan leven op aarde. Of het nu gaat om dieren, planten, zwammen of micro-organismen. Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in bijna alle aspecten van ons leven. Van voedsel, gezondheid, tot economie, transport, cultuur en vrije tijd. Zonder biodiversiteit geen moderne geneeskunde. Of denk maar aan de positieve impact van biodiversiteit van de natuur op onze mentale gezondheid. Klimaatregulering, het voorkomen van overstromingen, bevorderen van de waterkwaliteit, afvalverwerking, bestuiving en noem maar op. Wij hebben voormalig Vlaams bouwmeester en ambassadeur van biodiversiteit in Vlaanderen, Leo van Broek, uitgenodigd om te vertellen over de biodiversiteitscrisis. Hij brengt ons inzichten over de natuur, de impact van open ruimte en de nood aan leven en groen in de stad en daarbuiten. Hij waarschuwt ons al langer voor deze crisis, die immers veel verder gaat dan klimaatverandering. Met de focus onder andere op ons inefficiënt ruimtegebruik en de ongezonde en verlieslatende landbouw. En wij zijn het Gents Milieufront. Een groeiende onafhankelijke milieuvereniging, actief in Gent en omstreken. Wij willen via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug geven. En dit doen we onder andere via onderzoek, informatieverspreiding, kritische analyse, adviesverlening en het organiseren van activiteiten zoals deze lezing. We zijn als vereniging bezig met veel verschillende thema's, maar de laatste jaren met een steeds grotere focus op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wij zijn ook de Green Office Gent, een groep studenten en personeel van de UGent die duurzame experimenten, acties of nieuwe beleidsinstrumenten initieert, coördineert en ondersteunt. En zo geven wij vorm aan het duurzaamheidsbeleid van de universiteit en zetten op een constructieve manier wat druk waar zaken te traag gaan. We verbinden expertise met beleid en engagement en proberen zo de business as usual te overstijgen. Ook voor biodiversiteit zet een groep van biodiversiteitsexperten zich samen met beleidsmedewerkers en geëngageerde personeelsleden en studenten zich in voor meer groen en een hogere biodiversiteit op onze campussen. Zo dadelijk geef ik het woord aan Leo van Broek. U mag tijdens de lezing uw vragen in de chat stellen en wij proberen die dan aan bod te laten komen tijdens het half uur Q&A die daarop volgt. Tussen de lezing en het vraaghalfuurtje voorzien wij een korte pauze van 5 minuten. Verder willen wij melden dat deze lezing zal worden opgenomen en wij vragen u om uw camera en uw microfoon uit te schakelen. Alvast bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid en dan geef ik nu graag het woord aan Leo van Broek. Leo, het is aan u. Oké, goedenavond iedereen. Ik ga even mijn camera aanzetten. Hey, dan zien jullie dat ik er echt ben. En ik ga onmiddellijk daarna mijn scherm delen en aan de slides beginnen, want 3 kwartier is voorbij, voor je het weet. Zo, kan iedereen dit goed zien? Dan zijn we vertrokken. Wij hebben het nog nooit zo goed gedaan als vandaag. Met de meeste parameters van de menselijke conditie op aarde zijn goed. Economische groei, telecommunicatie, armoede is lager dan ooit. Dit zijn allemaal tabellen die teruggaan naar de 16e, 17e eeuw. Vaccinatiegraad is hoog en is het nog veel hoger aan het worden voor de moment. Basiseducatie, geletterdheid, het aantal democratieën op aarde is sinds een 4-5 eeuwen enorm gestegen. De kindersterfte is heel laag. We hebben niet zoveel geld meer nodig om eten te kopen en zo. En onze comfortabele positie die is er gekomen omdat wij alles wat de aarde ons kan geven ook genomen hebben. En meer. En we zijn in het rood gegaan. En daarom is de aarde zelf er nog nooit zo slecht aan toe als vandaag. Afname van biosfeer, koolstofuitstoot, gedomesticeerde grond, door de mens bezette ruimte, lachgas, meststoffenuitstoot, methaan, oceaanverzuring, oppervlaktetemperatuur, verlies aan tropisch bos.
Dus er is duidelijk een link. Ons comfort neemt toe als de levensvatbaarheid van de planeet daalt. En daar komt een einde aan en nadien zal ook ons comfort opnieuw beginnen dalen. En dit is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik uitgenodigd word voor een lezing over biodiversiteit. Ik word altijd uitgenodigd over lezingen over klimaat en dan begin ik altijd met te zeggen, ja, maar dat klopt niet. En dat is alleen maar de opwarming van die ene van die vier systemen, de lucht. En je hebt ook nog het water, het land en in de drie laagjes van de jas, water, land en lucht, daar leeft allerlei levensvormen, dat is de biosfeer. En die vier samen zijn het systeem waarover het gaat. En dat systeem is aan het kapot gaan, dat warmt op. Dat is maar een klein onderdeel van de reeks van symptomen van die totale ininstorting van het planetaire ecosysteem eigenlijk. Gewoon door overdadige druk, overdadig gebruik van ruimte, van grond, van uitstoot, van water door de mens. En er zijn een aantal mensen, specialisten in duurzaamheid, die daar al een aantal jaar over aan het schrijven zijn. En die zeggen, pas op met die focus op klimaat, want als je niet oppast, zijn we moeder natuur aan het uitmoorden. En met al die uitstootmaatregelen zal ze doodgaan zonder opwarming. We moeten veel meer doen dan dat. Het gaat eigenlijk vooral over land en over water, over plaats teruggeven aan de natuur, om niet meer pakken wat we kunnen krijgen. Om een aantal mensen, om economische groei, om allerlei zaken die dat ecosysteem kapot maken. En het is een zeer mooie tekst, ik raad iedereen aan om die eens te lezen. Het is maar een paar pagina's. Hij is 4 jaar oud, de tekst van Richard Heinberg. Als je dat intipt, Why Climate Change Isn't Our Biggest Environmental Problem. Het is geen negationist, het is een groot probleem, maar niet het grootste, zegt hij. En technologie zullen we nodig hebben, maar ze zal niet volstaan om ons te redden. En deze auteur gaat nog een beetje verder. En die zegt van, eigenlijk is het zelfs bijna niet meer relevant. Klimaatverandering, de echte crash zit ergens anders. Economische groei zou al jaren een mythe moeten zijn. En het begrip duurzaamheid, daar zijn we 40 jaar te laat mee begonnen. Dus we gaan sowieso naar een crisis. Het enige dat we nog kunnen kiezen is tussen erg of heel erg. Een duidelijke wake-up call. Deze tekst is 2 jaar oud. En dan zie je toch dat de mensen die de cijfers in detail kennen, dat die een beetje harder beginnen worden in hun commentaren en zeggen, mensen, word nu toch eens wakker. Kijk nu eens wat je aan het doen bent. Want dat klimaatmisverstand is groot. Hè? Tesla wil een autofabriek bouwen in Europa en heeft in Duitsland vorig jaar een rechtszaak gewonnen om 90 hectare bos te mogen kappen voor hun nieuwe fabriek, voor elektrische wagens. Ik denk dat er alleen al in België 4 oude autofabrieken leegstaan. Dus men gaat natuur wegdoen om duurzaam, zogezegd duurzame elektrische karretjes te verkopen. De klimaatblindheid is groot en de echte ecosysteem inzichten die zijn nog maar aan het begin van de transitie van ons ruimtegebruik. En er is nog heel wat gedoe rond biomassa en dat is echt niet hernieuwbaar. Hè? Maar de Scandinavische landen hebben Europa wijsgemaakt om van hun groene stroomcertificaten af te geraken. En ook in Nieuw-Caledonia, hier in Canada, waar men bossen kapt om pellets te maken. Dit is de meest knettergekke onzin die je kan bedenken. Waarom is er te veel CO2 in de atmosfeer? Omdat onze bestaande uitstoot reeds groter is dan wat de bossen kunnen capteren. En dan nog bijkomen boskappen, om daar pellets van te maken. En te zeggen, ja, maar dat is hernieuwbaar, die komen terug als bomen. Als de huidige of de voorbije captatiecapaciteit van de bossen al niet volstond om de CO2-uitstoot te capteren, nog bijkomende CO2 gaan uitstoten, dat is eigenlijk een contradictio in terminis. Plus het feit dat wij lijden aan een ernstige vorm van cognitieve dissonantie. Dat is een mooi wetenschappelijk woord voor het niet willen geweten hebben, zelfs als men het ons in hoofdletters voor onze neus houdt. De eerste tekst is een Franse tekst, ik heb hem hier in het Engels vertaald, van Eugène Husard uit 1857 in het boek L'Arbre de la Science. Je kunt hem zo vinden op Google. En hij zegt, in een paar honderd jaar tijd zal de aarde vol met spoorwegen en boten en fabrieken, zullen er zoveel miljoenen kubieke meters of CO2 worden uitgestoten en zullen de bossen grotendeels vernield zijn. En dat zal eigenlijk de totale harmonie van de wereld destabiliseren. Een waarschuwing die 160 jaar oud is en we zijn er vandaag nog maar een paar jaar over aan het spreken. Dus we zijn nogal traag als men onze gebruiksrechten op ruimte, onze claim op wat men dan noemt welvaart en de vooruitgang in vraag begint te stellen. En de tweede waarschuwing kwam een beetje later, een 50-tal jaar later.
nog geen 50 jaar zelfs, in 1896 van Svante Arrhenius, een professor fysica en scheikunde in Scandinavië, die trouwens in 1903 de Nobelprijs heeft gewonnen, is de eerste die gezegd heeft dat uitstoot van een aantal broeikasgassen de planeet zou kunnen opwarmen. Dus we weten het echt al wel geruime tijd. In steden gaat de opwarming veel sneller door de inertie van alle beton en steen die daar ligt. In Ukkel zitten we al aan een stijging van 2,8 graden sinds het begin van de waarnemingen in 1830. En ook in de Planetary Boundaries, in het rukstreumdiagramma, zien we dat biodiversity loss, hier links onderaan, al veel dieper in het rood zit dan de stikstof. En dit zijn eigenlijk alle uitstoten gevolgen van meststoffen van de landbouw. En de derde is pas de klimaatopwarming. Dus die is ook een enorm probleem aan het worden. Maar we zijn hier duidelijk op meer dan één terrein serieus in moeilijkheden aan het geraken. En veel heeft te maken met het feit dat wij wel bereid zijn om het gat in de ozonlaag te repareren. Dat is bijvoorbeeld gelukt. Dus dat betekent dat we wel planetaire transities kunnen veroorzaken, ook ten goede, als mensheid. Maar als het om het in vraag stellen van ons ruimtegebruik gaat, dan is het moeilijk, vooral ook omdat we dat vaak ook niet weten. Dit zijn de citrusplantages in Almeria. Dit is 450 vierkante kilometer appelsines, clementijnen, citroenen enzovoort. Als wij reclame zien in de cinema of op tv voor fruitsap, dan wordt dat gedraaid in de boomgaard van een abdij met mooie vioolmuziek en een verliefd koppel dat in dat tuintje huppelt. En dat wordt niet hier getoond. Je ziet niet dat alles wat wij doen ergens een groot stuk planeet kost. Hetzelfde met rood vlees, dat kost per kilocalorie voedingswaarde 5 keer meer ruimte en 20 keer meer water dan plantaardig voedsel. Dus daar zie je, en dit zijn geen koetjes meer, die staan te huppelen in de groene weiden van de Alpen. Hè? Want dat is dan ook weer wat de filmpjes tonen. Nee, dit zijn zandbakken met troggen en spierversterkende middelen en steroïden en antibiotica. En hier zie je dat sinds 1800, hè, op een 2 eeuwen tijd, onze totale energieconsumptie als mensheid enorm is gestegen, maar dat je biomassa begint eindelijk een beetje te dalen. Maar dat is de klassieke houtskool die tot 1850 het enige is wat de mens had. Steenkool is erbij gekomen, olie, gas en dan waterkracht. En nucleair, waterkracht, wind. Maar dat zijn de niet-CO2 vanaf nucleair zit je eigenlijk in de niet-uitstoot. Behalve de biofuels. En die zijn nog altijd marginaal klein. En kijk eens hoeveel meststof wij sinds 1960, hè, dat is al een factor 4, een factor 5 benaamd dat omhoog gaat, die totale uitstoot van onze meststoffen in de natuur, waaronder stikstof, hè, natuurlijk een belangrijke is. En het is dat ruimtegebruik vooral dat een gigantische invloed heeft gehad op de landdieren. Hè. Als je alle landdieren met een skelet, dat zijn de gewervelden op een weegschaal zet, dat is gebeurd, een schatting daarvan rond het jaar 2000. De gewervelde biomassa is toen gemeten, die bestaat voor 65% uit onze veestapel, voor 32% uit de mensheid en slechts voor 3% uit gewervelde dieren in de natuur. De natuur is al bijna uitgestorven. En je zou nog kunnen zeggen, ah, maar die 3% dat zijn er nog altijd evenveel als vroeger. Wij zijn gewoon zo talrijk geworden samen met onze koeien en geiten en schapen. Nee, dat is niet waar. De gewervelde biomassa in de natuur was 10.000 jaar geleden, toen wij zijn begonnen met stoppen met jagen en plukken en sedentair zijn geworden, was 330 miljoen ton. En tegen het jaar 2000 was dat nog iets van een goede 20 miljoen ton. En dat blauw, dat zijn onze huisdieren en ons vee. En dat rood, dat zijn wij. Dus de natuur is al 10.000 jaar lang dramatisch snel. En de laatste tijd vooral versnellend, exponentieel versnellend. We weten steeds beter wat dat betekent dankzij de coronacrisis. Aan het uitsterven. Sommige mensen zeggen, ja, de dieren gaan binnenkort uitsterven door de klimaatopwarming. Forget it. Tegen 80% is al weg. En dit is een leuke clip. Het is eigenlijk een zeer geëngageerde natuurconservator. Dat is de man die de films maakte, River Monsters, de zoetwaterroofvissen. Ja, maar iemand heeft daar een mooie grap mee uitgehaald. Heeft gezegd, dit is je ziet dit beeld en dan zegt die tekst, dit is de meest invasieve soort, de gevaarlijkste soort van onze planeet. Ze vernietigt een ecosysteem en dan trekt ze onmiddellijk verder om het volgende ecosysteem te vernietigen. De andere soort in de foto is gewoon een vis met grote tanden. En dan beginnen we dus te zien van dit beeld wil ons eigenlijk zeggen, wij zijn het probleem.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de evolutie op 2000 jaar tijd van waar er nog Afrikaanse leeuwen zitten. En het beige gebied was vroeger en vandaag is het het oranje gebied. En dit is een cijfer, 34.000 is ongeveer 4-5 jaar geleden. Vandaag zitten we nog met een 20.000 leeuw. En je ziet dus, we komen van 2 miljoen rond 2000 jaar geleden, 18e eeuw, 1,2 miljoen. Vandaag nog hier in 2020, een jaar geleden, nog een 20.000-tal leeuwen. Dat is de grens van inteelt, waaronder eigenlijk er genetische verzwakking komt, omdat er te weinig genetische diversiteit is om bijvoorbeeld de survival of the fittest. Ze zijn allemaal even kwetsbaar voor, als er tussen de leeuwen een pandemie is, dan gaan ze bijna allemaal aan. Dus wij zitten hier bang van COVID en bang van recessie. Klimaatverandering zal veel erger zijn en de biodiversiteitsklap die we er gaan bij krijgen is eigenlijk dramatisch. En deze volgorde van prioriteiten beginnen we eindelijk te zien, ook in het beleid. En in het feit dat dit de eerste lezing is waarin ik gevraagd word om daar actueel en daadwerkelijk iets over te zeggen. De aarde is ziek, gaat naar de dokter en die zegt in de plaats van je hebt COVID, je hebt mensen. Als een virus. Wij zijn de plaag. En dit heb ik aan mijn zoon te danken, die vanavond trouwens in de digitale zaal zit, als ik me niet vergis. Die heeft dat ooit eens gezegd toen hij van school van een debat terugkwam over duurzaamheid. Van, dat ze dat beseften eigenlijk wel. Dat het cynisch gezegd heel goed zou zijn voor de aarde als er meer mensen zouden roken, want het sigaretten doden mensen. Nu, er zijn nog dingen die mensen doden en dat geeft mij de kans om eens te kijken naar wat objectieve cijfers. Hè. En een bekende, uiteraard, cardiovasculaire ziekte, kanker, respiratory diseases, daar zit de COVID, daar zit alle long- en aandoeningen en verkoudheden hier, die twee, de groene en de rode. Maar nummer 9 is een interessante. De road injuries, de auto-accidenten. Dat was een jaar ervoor, in 2016, nog 1,3 miljoen en nu 1,24 miljoen. Dat is wel wat, hè? Dat is 148 man per uur. Dat is ongeveer één Boeing 737 per uur die neerstort. Ik denk niet dat je nog zou vliegen, als je dat zou weten. Maar je stapt eigenlijk redelijk zorgeloos in je auto. Men is bang van terrorisme en dat is naar gelang het jaar ergens tussen de 20.000 en de 30.000 slachtoffers. Dat is hier helemaal onderaan de voorlaatste. Dus ik ben nogal een voorstander van evidence-based policies en van zo weinig mogelijk buikgevoel te gebruiken. En dan in dat kader heb ik eens naar energievoorziening gekeken, omdat ja, het nucleaire ligt onder vuur. En terecht, als het gaat over wie controleert dat, die monopolies zijn niet in handen van de maatschappij of van de politiek, maar grote consortia die te lang buiten schot blijven. Maar als je kijkt naar het aantal slachtoffers, dit zijn de wereldgemiddelden, dan is steenkool een grote killer. Dit is het aantal doden per jaar per terawattuur geproduceerde energie. Zeker door de manier waarop steenkool in China wordt gewonnen en industrieel wordt toegepast. Zowel in de mijnen als in de productie zitten daar massa's levensgevaarlijke processen in waarin regelmatig wat slachtoffers vallen. Plus dat stof ook heel wat aandoeningen veroorzaakt. Maar olie, biofuel, daarin zitten zelfs de dode houthakkers in. Maar dat stijgt natuurlijk 12 doden per jaar per terawatt. Turf, gas, hydro, twee keer. Hydro op planetair gemiddelde, inclusief een grote ramp een paar jaar geleden van een gebroken dam die een paar duizend doden heeft veroorzaakt. Zonne-energie op de daken, windenergie, hydro-elektrische centrales en het nucleaire zit ontzettend laag. Dus misschien oppassen toch dat we dat op tijd sluiten, maar ook niet te vroeg. Als we dat moeten vervangen door gas, dan zitten we niet goed. Dit is in België. De helft is, nog bijna de helft is nucleair, dat is 2017. Dus zouden we niet beter eerst dit dramatisch gaan vergroten, die andere hernieuwbare bronnen. En daar zit biomassa tussen. Ook als een uitstootmonstertje. De fossiele brandstoffen, daar zit het gas bij. Dus het zou volgens mij echt niet verstandig zijn om dit zomaar op een vaste datum te sluiten. Vooral ook omdat we niet zo rap van die energie of van die afval gaan ervan afgeraken, omdat er komt natuurlijk massa's kernafval vrij, zelfs uit natuurlijke processen, maar ook uit de medische sector. En we gaan dat altijd moeten bergen. In tektonische platen, in een deel van een plaat die onder een andere schuift, zoals aan de Marianentrog in Japan. En dat duurt een paar honderdduizend jaar en dan smelt dat af in de diepere magmakern van de aarde en die is sowieso radioactief. Dus dan zitten we buiten die halfwaardetijden, zelfs de langste.
Maar nu maakt elk land ruzie en die zeggen wij willen het kernafval van andere landen niet bij ons bergen, dus elk land moet zijn plan trekken. En zolang er geen planetaire solidariteit is, blijft kernenergie qua afval een probleem. Maar ook, laten we zeggen, nucleair afval in het algemeen. Want wij willen toch allemaal wel een röntgenopname als we ons been gebroken hebben om zeker te zijn. Wij willen onder de scanner liggen om te weten of het kanker is of niet. Wij willen radiotherapie krijgen als we zeker zijn dat het kanker is enzovoort. Dus hier zie je wat krijgen we. Gemiddeld op aarde binnen als totale jaarlijkse stralingsdosis. De rode is de normale achtergrondstraling die iedereen binnenkrijgt. De groene is door medische therapie. Gemiddeld in landen zonder ziekenhuizen, in hutten, in de jungle, is dat niet zo. Het blauwe is de industrie. Heel veel ertsen en zware industrieën hebben ook radioactieve metalen en afval. Nucleair power en hier het management van nuclear waste. Dus dat is in verhouding relatief klein. Dus en onze mortaliteit moeten we misschien een paar eeuwen niet zo bang van zijn, want we zijn eigenlijk met een gevaarlijk groot aantal. We zijn met bijna 11 miljard binnenkort en we gaan pas naar het eind van de eeuw toe beginnen dalen. Hier zie je ons geboortecijfer. Dit is het moment dat de pil is uitgevonden. In de jaren 60 zie je plotseling dat geboortecijfer stijl naar beneden gaan. En we zijn bijna aan nul. En vanaf dat elke moeder gemiddeld 2 kinderen maakt op aarde, zijn massa's ouders die geen kinderen hebben, zijn we aan het krimpen. Japan is de snelste daler. Vandaag 127 miljoen zullen tegen 2070 ongeveer aan 85 miljoen zitten. Zonder wetgeving, zonder verbod op kinderen maken, gewoon spontane denataliteit. Dat komt overal op. En met recht en reden, want het probleem is dus, we zijn met te veel. Sommige mensen ontkennen dat. Het heeft niks te maken met Malthusiaanse redeneringen, maar met het eenvoudige rekeningetje dat het aantal mensen maal de gemiddelde footprint vandaag het dubbele is van wat de aarde kan verdragen. Daarom valt overshoot day ook ongeveer halfweg het jaar. Wat de aarde kan verdragen, ze kan 15 miljard mensen voeden, maar dan is alles landbouw en dan zijn we een paar decennia later ook allemaal dood. Dus de juiste vraag is, hoeveel mensen kan de planeet verdragen als we elke soort plant, mens en dier florissant gelukkig in een paradijs willen stoppen? Dan hangt het ervan af wat onze gemiddelde footprint is. Als we allemaal op aarde zouden mogen leven, zoals een Noord-Amerikaan, dan is het maximum 1 miljard mensen. Zoals een Europeaan vandaag, 2 à 3 miljard. 2 miljard. Een Europeaan die weinig vlees eet en nul CO2-uitstoot is 3 miljard en half. Dat is ongeveer de helft van de huidige wereldbevolking. Wat exact verklaart waarom overshoot day halfweg het jaar valt. En de critici hebben gelijk. Deze berekening houdt geen rekening met de ongelijke verdeling van de footprint. Maar het gemiddelde is belangrijk. Dus als we gelijk verdelen, moeten we zeggen welke standaard een planetair rechtvaardige standaard is voor iedereen. En dat is die, je kan de mensen in India niet zeggen dat ze geen recht hebben op gezondheidszorg, opvoeding, een beetje meer kansen en meer levenskwaliteit. Maar dus een Europese levensstandaard met minder vlees en nul CO2 zou 2 à 3 miljard mensen kunnen in stand houden. Maar dan, daar zijn we pas binnen 300 jaar. Dus we gaan sowieso door een demografische winter, we gaan sowieso door een extinctie van een aantal soorten, we gaan sowieso door een aantal graden opwarming gaan. We zijn met te veel, we gebruiken te veel ruimte. Vandaag meer dan 70% van de vruchtbare landfractie van de planeet. En we zijn ziek. We hebben allemaal een soort van psychische illusie. Growthism is de groeisme als ziekte. We denken dat economische groei, of welke groei dan ook, ook demografische groei, eeuwig kan blijven duren in een eindige planetaire ruimte. Niemand zou een directeur geloven die een feestzaal van 100 vierkante meter verhuurt en zegt deze zaal is geschikt voor groepen van 1 tot 8, van 100 mensen tot 8 miljard mensen. Dat kan niet. Een eindige ruimte heeft limieten. Dus er is meer aan de hand dan klimaat en dat weten jullie. Edward Wilson heeft dat ook al een tijdje geleden, heeft er een Pulitzer Prize mee gewonnen, geschreven, eigenlijk, die zegt eigenlijk zouden wij de helft van de planeet moeten teruggeven aan de natuur. De mensheid moet de helft ontruimen. Europa heeft dat ook eindelijk door. De wetenschap heeft dat door. Wetenschap is beginnen zeggen, dit is een krantenartikel van 2018. Wetenschappers zeggen eindelijk dat de ontbossing terugdraaien minstens zo dringend is dan onze emissies beperken. En Europa zegt sinds een jaar dat Europa 30% van zijn landoppervlakte moet beschermen als groene open ruimte. Spijtig genoeg mag daar nog landbouw in zitten. Is het slechts 10% van de landoppervlakte is natuurreservaat. Ik vrees dat 30% natuurreservaat is wat onze biodiversiteit nodig heeft om zinvol de zaak te kunnen overleven. Kijk naar Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen heeft 2,1
12% reservaten, Wallonië slechts 0,7. Verrassend genoeg, ik ben ook geschrokken toen ik dat ben gaan opzoeken. We hebben namelijk massa's exploitatiebossen die wel houtvesterij en jachtgebied zijn, maar die geen statuut hebben zoals het SWIN of zoals het zoals beschermde natuurgebied. Natura 2000 hebben we allebei veel meer. Wallonië meer dan wij, maar dan nog zit dat heel ver onder die 30% natuur die de echte doelstelling zou moeten zijn om een florissant gezonde biodiversiteit te hebben. En dit is een oude Indiaanse spreuk van de Indianen uit Noord-Amerika. Als de laatste boom dood is, de laatste rivier vervuild en de laatste vis gevangen, pas dan zullen we beseffen dat we geen geld kunnen eten. Dus de donut-economie is misschien de juiste. Hè? Dat is een beetje een meer genuanceerde vertaling van die in iets bescheidener levende Europese gemiddelde standaard. Die dus boven hè, de social foundation, wat krijg je verkocht aan mensen? Zonder dat ze allemaal in het bos gaan staan protesteren of in het park. En wat is de ecologische plafond waar we onder moeten blijven om niet aan overshoot te doen? Overshoot is het overschrijden van de planetaire grenzen. Dat betekent een andere economie. Dit is een in Photoshop uitgedrukt citaat van Thomas Rau. Stop met boormachines verkopen, verkoop gaatjes in de muur. En zorg dat er mensen betaald worden om met een boormachine rond te gaan om gaatjes te maken bij iedereen. Je hebt veel minder grondstoffen nodig, veel minder boormachines. En de prijs per gaatje daalt. En de mensen verdienen meer aan het maken van gaatjes dan aan het maken van boormachines. Dus de fabriek verdient, wij hebben goedkopere gaatjes en er wordt veel minder grondstoffen en veel minder afval in het beeld gebracht. Men past dat al toe in Vlaanderen. In een aantal steden zijn er nu wasmachines geplaatst bij mensen die op munten werken. Die wasmachines worden geleverd door een fabrikant en die mag kiezen wat hij levert. Want hij moet het onderhoud doen en de stroom betalen. Dus daar staat een topmodel dat 20 jaar meegaat. Heel duur is. Die mensen kunnen dat normaal niet betalen. Dat is zo'n categorie miele plus. Hè. Zeer energiezuinig. Niet dat dat na 4 jaar dat reparatie al duurder is. Nee, dat is gemaakt dat je de stukken kunt vervangen, want die fabrikant verkoopt wasbeurten in de plaats van machines. Dus die wil zo weinig mogelijk machines verkopen en zoveel mogelijk wasbeurten. Dan krijg je een diensteconomie. Dat is een ander verhaal. Maar we gaan eens focussen. Dus onze economie moet duidelijk een ander ruimtegebruik kennen, maar wij ook. Dit is de mensenruimte in Vlaanderen, het ruimtebeslag. Dat is alles waar wij in zitten. Vlaanderen minder landbouw. Want dat is ook een ander groot ruimte, daar kom ik straks op terug, groot ruimtebeslag. Minder waterlopen, minder rivieren. Dus dat is de ambacht. Daarin zit onze woonwijken, onze steden, onze industrieterreinen, onze havens, onze sportvelden, onze tuinen. Alles, onze tennisclubs, onze voetbalvelden. Alles waar wij eigenlijk het varken in uithangen, bij wijze van spreken, als je het vanuit de natuur zou beschouwen. Dat is wat. En dat is nergens in Europa zoveel per inwoner dan bij ons. Dus onze densiteit op het land gemeten is hoog, maar in het blauw is onze densiteit bij de laagste in Europa, omdat wij heel veel grote tuinen, grote villa's hebben en veel tweede verblijvers. Dus wij verbruiken per mens heel veel aardoppervlak. Het ruimtebeslag per mens is heel groot. Hier zie je Vlaanderen als recordhouder en dan Malta, dan België. Dus we zitten echt wel in een andere categorie qua slordig zijn. De planeet is bij ons gratis, bij wijze van spreken. Als het van ons ruimtebeslag afhangt, zou je de indruk krijgen dat wij totaal geen besef hebben dat er andere levensvormen op aarde zijn die ook plaats nodig hebben. Onze landbouw bijvoorbeeld, die gaat ook meedogenloos om. En dat ligt niet aan de boeren, dat ligt aan de wereldwijde voedselhandel die door de distributiesector, de grote supermarktketens, wordt gedwongen om meer kilo's aan minder prijs per kilo te verkopen. En die prijzen die kelderen al bijna 50 jaar aan een stuk. Dus boeren worden geduwd in de richting van schaalvergroting, overbemesting, monoculturen, steeds meer kunstmatig irrigeren met water enzovoort, die knijpen die grond uit tot de laatste druppel rendement. 48% van onze grond, maar slechts 0,4 is het vandaag. We zijn al wat later in deze. Dit is, dat rood is het aandeel van onze landbouw in het bruto binnenlands product in België. En de topuitvoerder in Nederland, in België, in Europa is Nederland, dat is 1,2%. Dus landbouw is waardeloos geworden, economisch gezien. Als de appelen in Nieuw-Zeeland een paar cent goedkoper zijn dan hier, dan kan die boer in Sint-Truiden ze weggooien. 40% van onze boeren staan zo onder druk dat ze onder de armoedegrens leven voor de moment. Dus het rendement op de landbouw is afhankelijk van Europese subsidies, omdat het inkomen van de landbouw zelf niet door de boeren kan genegocieerd worden. Dat is anders bij korte kring, bij bioboeren, bij nieuwe kleine gemeenschappen.
probleem is dat die sowieso duurder moeten verkopen en rekenen op en afhankelijk zijn van de goodwill van de klant. Want het is goedkoper in de supermarkt. Zelfs bio wordt gedeeltelijk geïndustrialiseerd. Dus zolang dat verdienmodel dat achter die landbouw zit niet wijzigt, zal het zeer moeilijk zijn om mensen die in een CSA, in een Community Assistant Agricultural System werken, om die correct te betalen. Onze blauwe kruimelkaart van daarstraks die maakt ook dat wij de recordhouder zijn in autoafhankelijkheid. Dit zijn alle Europese landen wat ze links per capita en rechts als percentage van het bruto binnenlands product uitgeven aan auto's. In die blauwe kaart van daarnet kan je geen openbaar vervoer betaalbaar maken, want er zijn, doordat we zo verspreid zijn gaan wonen, meer dan de helft van de Vlamingen woont niet in een dorp en niet in een stad, maar ergens in Vermettingen, halfweg, op een autoverslavingsplek, waar bussen niet betaalbaar kunnen komen, behalve als het om de 2 uur is of om een belbus. Dus je kan dat niet technisch oplossen. Je moet zorgen dat mensen gesteund worden financieel om te verhuizen in de plaats van ze een bedrijfswagen cadeau te doen. Het aantal uren file neemt al elk jaar toe. We zitten al aan 848 uur van het per jaar dat we boven de 100 kilometer file zitten. De Mobi-score heeft veel kwaad bloed gezet. Is gemaakt door een spin-off van de KU Leuven. Is een berekening van hoe goed ligt een plek nabij twee zaken. Openbaar vervoer en anderzijds diensten, scholen, horeca, crash, winkels enzovoort. En dan zie je dat er plekken zijn waar het logischer is om te gaan verdichten en andere plekken waar verdichten eigenlijk niet zo verstandig is en zelfs eigenlijk eerder een uitdovingsbeleid aan de orde zou moeten zijn. Of enkel nog mensen die daar wonen omdat ze terug op de landbouwzones gaan werken. Dat we de band met het platteland aanhalen op een natuurinclusieve manier, maar dat daar geen mensen wonen die met 3 auto's per gezin naar allerlei plekken moeten pendelen en die op die plek enkel slapen omdat alle andere aspecten van hun leven elders gebeuren. En dan regent het misverstanden. We gaan op de buiten wonen omdat we propere lucht willen, meneer. Wel, het fijn stof waait zeer gelijk open over heel Vlaanderen. Hier zien we de oranje en lichtrood zijn de 2 categorieën die rond die 8 à 13 partikels microgram per kubieke meter zitten. Ja, je ziet het amper waar de steden liggen. Dat blaast gewoon over heel het land. Fijn stof ontstaat tussen de banden en de weg. Dus dat gaat ook niet weggaan met elektrische karretjes. Wat wel weggaat met elektrisch rijden, dat is de stikstofoxide, de NOx. En die doen zich vooral voor rond de snelwegen en de ring. Als je zou inzoomen op de provincie Antwerpen, dan is er in het centrum van Antwerpen veel minder stikstofoxide dan langs de ring. En dat is maar 40, 50 meter en dat zijn producten die ook niet zo lang blijven hangen. Die hangen in street canyons en dat soort zaken. Dus ook een reden om ons toch wat minder autoafhankelijk te maken. Maar dat verspreid wonen, dat ruimtegebruik, dat onze biodiversiteit kapot maakt, dat kost ook ecosysteemdiensten. En hier zie je de stadskern links en rechts de verspreide bebouwing. Wat dat kost, tussen €90 links, €420 rechts aan verlies aan ecosysteemdiensten per gezin. Dus we zijn daardoor dat verspreid wonen de natuur aan het kapot maken. We zijn het overheidsgeld aan het verkwisten, want de maatschappelijke kost aan wegen en riolering en gasbuis en waterleiding, ja, dat is maar 9 meter per gezin in de stad. En dat is bijna 90 meter per gezin in de verspreide verkaveling. Dus dat gaat van €900 naar dik over de €7000 per gezin per jaar. Dat kost geld aan de overheid, een paar miljard. Verspreide bebouwing heeft een mobiliteitskost die maal 2 is in het buitengebied. De verspreide bewoning zorgt dat wij 70% boven het Europees gemiddelde zitten in kilowattuur energieverbruik per vierkante meter in onze woningen. En onze woningen zijn ook nog eens 70% groter dan het Europees gemiddelde, dus dat is eigenlijk maal 2 per gezin. Ja, maar we gaan naar de buiten, want in de stad is meer corona, meneer. Wel, ik heb de steden eens op de kaart gezet. Dit is de incidentie. Gevallen corona per 100.000 inwoners en je ziet de donkere stukken liggen nooit in de steden. Dat is in geen enkel land zo. Verenigde Naties hebben die testen gedaan. Er is geen correlatie tussen incidentie en bebouwingsdichtheid. Pas op, wel in absolute aantallen. Er zijn meer mensen met corona in de stad, omdat er ook meer mensen zonder corona in de stad zijn, om de simpele reden dat er meer mensen zijn in de stad. En er zijn meer kale mensen in de stad en er zijn meer mensen met haar in de stad. Het zou pas gevaarlijk zijn als er
procentueel meer kale mensen waren in de stad, want dan valt uw haar uit door de stedelijke dichte. Dus ook hier, de incidentie van COVID, die is afhankelijk van armoede, fysieke contacten, culturele verschillen, meer gezinnen per gezinsleden per huishouden enzovoort. Er is meer corona in de Queens en in Bronx dan in Manhattan bijvoorbeeld. Na deze pandemie moeten we niet terug naar vroeger. We should not go back to normal. Normal was the problem. En nu komt het boeiende stuk waar zelfs een deel van groen af en toe last mee heeft. Dat wordt een sappig stukje van de lezing. Dit is de Belgische Zeedijk. Of elke straat die tot voor een aantal decennia gebouwd werd, iedereen blijft netjes even hoog. De bouwrechten worden gelijkmatig uitgespreid. Maar ja, als we minder natuur willen verkwisten en er komt nog een paar miljard mensen op ons af op deze planeet, dan zullen we beter toch wat hoger gaan bouwen of meer in rijwoningen bouwen in de plaats van vrijstaand. Dan kun je niet gelijkmatig gaan ophogen, want dan krijg je zo'n Atlantic Wall als aan de kust en is er geen één straat waar nog daglicht valt. Let niet op de zon, want 2/3 van de daguren komt de zon van alle kanten, omdat de hemel lichtgrijs is. Er is geen schaduw op die momenten. Maar laten we even met schaduw blijven. Als je dit doet, komt er licht, een zichtbare hemel. En als de zon 1/3 van de daguren schijnt, zonlicht door zo'n muur. En al 100 jaar lang in Amerika mogen die mensen hoog gaan en zijn de andere bouwers, ontwikkelaars of private grondeigenaars die willen bouwen, blij. Want vanaf 6-7 lagen krijgt iedereen zijn rendement zelf. En wat daarboven zit, daar moet het rendement van verdeeld worden tussen alle eigenaars in een bouwblok. Maar dan moet je met elkaar kunnen praten. Belgische stedenbouw weet dat de gemiddelde Belg een etter is, die als een soort van monomaan op zijn kavel zit en juist evenveel wil mogen en kunnen dat zijn buur wil en die vooral niet wil negociëren, onderhandelen, delen, samenwerken enzovoort. Dus daar zit een groot probleem. Er zijn nogthans kansen. Toevallig heeft mijn bureau een jaar of 7 geleden een studie gedaan voor het Brussels Gewest. De Europese wijk bestaat alleen maar uit kantoren. Als we daar 50% wonen willen bijinjecteren, hoe doen we dat best? 2 lagen op alle bouwblokken bovenop optoppen of op elke hoek van een bouwblok noordoostelijk of noordwestelijk, dan valt de schaduw. 1/3 van de daguren is er wel schaduw. Valt die schaduw vooral op de kruispunten en niet op de tuinen in het bouwblok? En in de 2 gevallen hebben we eens gekeken hoe zit het met de hoeveelheid zon en daglicht op de bijkomende constructie, op de bestaande bebouwing, op de straten en op het groene binnengebied. En dan zie je dat in het blauwe scenario dat heel de tijd 20-35% beter is. De oorzaak is eenvoudig. Zet in SketchUp in een 3D-programma de zon aan en leg een torentje neer en zet het recht. Doe de zon 6 uur bewegen en maak dan zwart welk stuk 6 uur geen zonlicht krijgt. En dat is bij die liggende toren veel groter dan bij die rechtopstaande toren, op voorwaarde dat de buren laag blijven. Dus torens moeten zoveel als mogelijk niet vlak tegen elkaar staan. Dan is er geen enkel probleem, dan is het zelfs beter dan uitgesmeerde lagere verdichting. Want maak deze toren 2 keer zo hoog en dat zwart driehoekje hier beneden wordt niet groter. En hier op de punt, als hem 200 meter hoog is, reist dat plekje al 53 meter per uur. Dat zijn 5-6 percelen, dat is 10 minuten schaduw per perceel, dat is belachelijk. De kans dat je thuis zit is al bijna 0. En terwijl als je deze liggende toren 2 keer zo lang maakt, dan, want het ligt neer, dan wordt dat zwart deel wel degelijk veel groter. Er zijn nog redenen om te gaan verdichten. De spontane, bij dezelfde isolatiedikte. Dat mag een passief huis zijn als dit een passief appartementsgebouw is. Maar bij de huidige isolatiedikte van 5 jaar geleden, dan is deze berekening gemaakt in Amerika. Een grote villa op een grote kavel stoot per jaar per gezin 8,5 ton CO2 uit. Een kleine villa 5,2 ton. Een rijwoning 4,2 ton. Een appartement 1,29 ton. Dus we moeten ons redden met een mix van appartementen en beperkt hoger bouwen. We moeten niet boven de 8 à 9 lagen gaan, dan kunnen we, dat is laagbouw, want anders wordt de brandweernorm. Dat is goed voor onze grote steden in Brussel, Antwerpen en Gent, maar ergens anders kunnen wij rustig. In dorpen kunnen wij 7-8 lagen makkelijk verdragen. Dat is nog altijd lager dan de kerk, bij wijze van spreken. En dichtheden, het historische Delft hier, 200 woningen per hectare, dat kan de gezelligheid hebben van een smurfendorp. Pas op, daar kun je dan geen park in aanleggen en minder tuinen. Maar het hoeft geen blokkendozenstad te worden. We zullen ook heel anders met ons erfgoed moeten omgaan. Ik ben super blij dat er een supermarkt is in Gent in een kerk. En wie zegt dat supermarkten een probleem zijn als je uw dagelijks, geef ons heden ons dagelijks brood, je gaat het verdorie kopen in een prachtig gebouw in de plaats van in een lelijke blikken doos. Dat is nog altijd beter dan dat gebouw leeg laten staan. Dit is een kerk in de periferie van Londen die omgebouwd is tot zwembad van een fitnessclub.
We moeten ons erfgoed herbestemmen en dat is heel mooi actueel. Als je ziet wat een getoeter er rond het Gravensteen en het Steen in Antwerpen en allerlei andere projecten is. Erfgoed, we moeten daar een beetje vrijer en actiever mee durven omgaan. Dit is in UNESCO-gebied in Tallinn. Het Rotermanhaven is 12e eeuwse UNESCO-pakhuizen, zijn kantoren van gemaakt, zijn blokjes opgezet. De UNESCO-barokstad Graz eist dat elk nieuw gebouw een hedendaags gebouw is. Dit is een uitbreiding. Hier links zie je de zijgevel van een lang Art Deco-gebouw. Dat was het Museum van Hedendaagse Kunst. Er is 15 jaar geleden een zeer mooie organische vorm in blauw glas opgezet met een soort van grote naalden op zijn rug. En dat zijn lichtkoepels, maar één koepel kijkt naar waar ik toen stond toen ik deze foto nam. En dat is een raam dat kijkt naar de Schlossberg, waar eigenlijk de stad gesticht is. Dus contextueel op een eigen manier. Een monument in Madrid, door Herzog en de Muron verbouwd. Het gelijkvloers hebben ze ervan ondergezaagd, om het plein zonder deuren tot in het gebouw te laten lopen. Ze hebben het gebouw opgehangen aan zijn trappen en liftenkokers. En ze hebben het bovenaan nog eens uitgebreid met een aantal verdiepingen in kort en staal. Zet dat eens in de krant. Een museum waar je het gelijkvloers van onder zijn poten zag. Sommigen zullen het dan wel super creatief vinden, maar dan zullen weer 17.000 andere mensen een petitie gaan tekenen. Het is nogthans toparchitectuur, ben ik van overtuigd. De Logis Floreal, een prachtige tuinwijk in de buurt van Brussel, had van in het begin prachtige tuinwijkhuizen en een appartementsgebouw van 9 bouwlagen hoog. Je moet vandaag in een tuinwijk eens een toren van 9 verdiepingen zetten. Het kot is te klein. Maar hoe kan je biodiversiteit willen als je tegen verdichting bent? Dat is voor mij een paradox waar ik nog altijd niet goed uit ben. Want we gaan ook meer kleine woningen nodig hebben. Hè? De prognose zegt wat er gaat gebeuren met de eenpersoonshuishoudens in ons land tegen 2061. Dat is een infografiek van de Federale Overheidsdienst Economie. En we hebben steeds meer kinderen, we gaan steeds meer serieel monogaam frequenter van partner wisselen of lang bij een partner blijven, maar kleine of samenwonen of living apart together soluties, waarbij dat je lang leven lang als het moet samen bent, maar niet altijd op dezelfde plek woont en al dat soort zaken. Dus je krijgt een ander samenlevingsmodel. In Zwitserland zie je dat met coöperatieve modellen gebeurt, dat is interessant, maar net als co-housing zijn coöperatieven niet zoveel goedkoper en dient dan nog altijd de 40% rijksten in het land, maar op een creatieve manier. Dit is het bekende Kalkbreite-model bovenop een tramstelplaats. Dus deze binnentuin is het dak. Dat is die tuin, dat is een dak van een tramstelplaats met daar rond allemaal verschillende appartementen. En hier zie je die doorsnede van dat project. De tramstelplaats, de trap naar de binnenkoor. Maar hier zie je een wolk van verschillende types. Grote woningen, bijna voor drie keer meervoudig samengestelde gezinnen, die bijna gezinnen die een commune zijn met 6-7 kinderen, tot en met heel veel kleine woningen. En al die steden die pushen enorm naar boven naar de kroostrijke gezinnen die er eigenlijk steeds minder zijn en maken daardoor de woningen onbetaalbaar. Er zijn in alle steden voor het moment massas betaalbare woningen met het kleine nadeel dat allemaal oude krotten zijn van huisjesmelkers. Dus goede kwalitatieve nieuwbouw voor inkomensquintiel Q2, Q3, Q1 wordt bediend door het OCMW en de sociale woningbouw, begin van Q2 ook. Maar Q2 en Q3 krijgen vandaag in ons land bijna geen nieuwbouw. In heel wat steden mag dat niet, want dat voldoet niet aan de wooncode. De inkomhal van zo'n gebouw is natuurlijk wel chic. Dat is nog altijd Kalkbreite met een prachtige bibliotheek en speelruimte in de inkomhal. In Leuven is aan het station een project, Wisselspoor. Om biodiversiteit te redden, heeft Leuven gezegd, we gaan eens alles wat een verkaveling heeft in een gestapeld gebouw stoppen. Een tuin, een park, rijwoningen, een straat met rijwoningen met voortuintjes, twee dorpspleinen, gastenverblijven waar een gezin kan komen logeren, dat moet je dan reserveren. Bakfietsen kunnen op elke, met grote liften tot op de voordeur van elk appartement op elk verdiep tot 40 meter hoog. Een crèche, een kunstacademie, een binnentuin. Heel veel collectieve ruimte in dat gebouw. Alle trappen zijn luie trappen met een fietsgoot langs. Gigantische bergingen voor poussetten op verschillende plekken, op elk verdiep ook. Kortom, het is precies alsof dat je een grote knutselplek waar je modderfiets kunt afspuiten als je uit het bos komt. Een ruimte om muziek te spelen die akoestisch geïsoleerd is als kinderen muziekles moeten oefenen. Je zou dus kunnen denken, die kunnen een springkasteel zetten, die kunnen een kastje spuiten in het knutsellokaal, die kunnen alles doen wat een vermette bewoner in zijn garage kan. En de stad is trots, de architecten zijn blij en de buurt, inclusief links en rechts en oppositie en groen, is tegen, want het is te hoog, meneer. En dan word ik een beetje giftig. Dan denk ik van, dit kan niet.
Als we daarmee beginnen, dan hebben we geen schijn van kans om ons eruit te vinden als een andere soort. En kijk maar eens naar het soort van... Het is een schetsontwerp, hè, maar het soort van beeld van wat een architect kan visualiseren, wat een gebouw, wat een straat met beplanting is. Een ander interessant bureau is Lacaton en Vassal, die net de Pritzkerprijs hebben gewonnen. Die hebben hier... Onderaan is een foto van de 50s, een modernistische villa op de heuvels buiten Los Angeles. De case study houses. En die hebben daar eerst de balkons afgefotoshopt. En hier denk je van, oh, dat is een multimiljonair. Ze hebben niks veranderd aan het kostuum van die mensen en niks aan het design. Hè. Ze hebben gewoon de balkons weggehaald en je denkt, ah, schoon middenklasse appartementje. Dan hebben ze die grote ramen vervangen door zo van die paneelgeveltjes zoals aan de watersportbaan in Gent, hè, sociale woningbouw. En je ziet nog één zetelje in een vent met een kostuum en je denkt, toch, heren, die mensen is precies juist zijn werk kwijt. Wat een zielig livingskin is dat hier. En dat grondplan van dat appartement is niks veranderd. En dan zie je waar die woonkwaliteit zit. Een soort van generositeit, zowel visueel als qua ontspanningsruimte, buitenruimte. En Lacaton en Vassal hebben deze Photoshop gebruikt om te zeggen, wij moeten onze konijnenkoten van onze sociale woningbouw, zoals links hier, aanpakken. En ze hebben daar twee stellingen voor gebouwd, bij wijze van spreken. Twee rekken. Eén met veranda's. Met enkel glas, met golfplaten zelfs. En dan nog eens een galerij voor speelruimte voor de kinderen. Dat is dit. Op ingezoomd, dat is de render. Hier uiterst links is de oorspronkelijke gevel. Een grote veranda met golfplaten, enkel glas. Nog een overdekt stuk dat afdak is en een buitenstraat. Plaats voor plonsbaden, plaats voor beplanting, voor driewielkjes die rondrijden, met of zonder burenbezoek. Je kunt de gordijnen dichttrekken, je hebt privacy wanneer je wilt enzovoort. Je hebt eigenlijk drie lagen. Je hebt een circulatieruimte, dan heb je een plantenkas tussen golfplaat en glas, enkel glas en serre, en dan al een stuk binnen dat met tapijten en proper is. Goedkope vierkante meters, die niet tot het thermisch geïsoleerd volume zitten, behoren, maar die mensen toch wel wat extra lockdowncapaciteit geven. Als je dat vergelijkt met kleine sociale appartementjes op Linkeroever in Antwerpen of aan de watersportbaan in Gent. Maar dat zit niet in de wooncode, dit soort van dingen. Dat kan ook collectief zijn, dat is ook een deel. Die galerij is collectief. En hier zien we dat gebruikt wordt. Dat staat inderdaad vol fietsen, vol speelgoed, vol planten. Onze mobiliteit zal anders moeten. Deze parking in Miami die kan al omgebouwd worden tot gelijk wat, tot museum. Hierboven is het appartement, linksboven is het appartement van de conciërge, rechtsachter daar is de tuin van de conciërge. Hier is een kledingzaak, Yamamoto. En de parking, als het 's avonds leeg is, wordt gebruikt voor huwelijksfeesten en banketten. En dat is de tuin van de conciërge. Dus we kunnen veel meer out of the box denken dan dat we vandaag doen. Wat we niet moeten doen om onze mobiliteit te veranderen, is aan de bottleneck die de stad binnenkomt zeggen, we hebben dit probleem, dus we moeten de snelweg breder maken. Dat helpt juist niks. We moeten dit doen. Hè. Beseffen dat zelfs de elektrische wagen, dit zijn allemaal auto's, de elektrische is het best. Motorfietsen zijn slecht door de milieu-impact van de grote aantallen zware ongevallen. Maar dus de lijnbus, de fiets en de tram en de trein doen het gewoon zoveel beter dat we op collectief transport moeten inzetten. Maar dit soort treinen zie je in Denemarken, maar dat zie je nog niet bij ons. Hè? Dat je met de fiets gelijk voor ons van op het perron de trein kunt infietsen. En dan die verdichting van onze dorpen en steden. Wel, we moeten eigenlijk terug naar wat dorpen al eeuwen waren. Hè? Mensen, vroeger in de middeleeuwen was de wereld gevaarlijk en kropen de mensen dicht bij elkaar achter een muur. Hè? Dit is een klein stadje in Frankrijk, de schaal van een dorp. En eigenlijk schitterend en heel veel open ruimte rond. Ik kijk hier naar een ander Frans dorp. Compact, hoge dichtheid, onmiddellijk in de natuur. En niet nog 10 kilometer verkavelingen daar rond. En dit is Ramatuelle in de Provence, net hetzelfde. Zeer hoge dichtheden, 4-5 bouwlagen hoog. In Toscane hier zelfs. Kijk niet naar die torens, want dat zijn zakenmannen die iets maakten met een fakkel in boven om te stoeven. Er was nog geen neon toen. 4, 5, 6 lagen, 120 woningen per hectare en onmiddellijk bossen, velden en wijngaarden. En alle Vlamingen vinden Toscane heel mooi. En als we thuiskomen hebben we van reis, hebben we collectief geheugenverlies en beginnen we terug te verkavelen en tegen torens te zijn. Dus een dorp vandaag is een lege plek. De kerk is leeg, de beenhouwer is failliet, de bakker bijna failliet. En in het café staan nog twee oude duivenmelkers met een natte peuk tussen hun lippen. En er gebeurt niks. Overdag is het stil in de werkweek. En als er iemand aan de deur staat, is het iemand met een koevoet aan de achterdeur. Misschien moeten we terug naar dit, wat dorpen altijd waren. Compacte woongemeenschappen. Solidaire, mekaar nabij, tolererende woongemeenschappen met veel meer rijwoningen met tuin.
met appartementjes, misschien met een torentje met zorgwonen in. Een kerk met een winkel, met een superette in, of een kerk met een concertzaaltje voor de fanfare, een buurthuis in. In het gemeentehuis is een, want het is een fusiegemeente, is een groot restaurantje, alleen een middelgroot restaurant gekomen. Er is een tram of een trein die daar passeert, of een bushalt. En op 300 meter van het dorpsplein ben je terug in de velden en terug in de bos. Want die villa's die zijn uitgewoond en die zijn vervangen, verplaatsbare bouwrechten door verdichting. Op 50 jaar tijd kun je dat doen zonder verlies van grondwaarde. Maar dan moet je stoppen met te zeggen, wij willen dit soort dorp blijven, maar we moeten ruimte teruggeven aan de natuur, maar we weten niet hoe. En dan moet je dit durven doen. Want er zijn mensen, onder andere ik wil geen hof, ik wil een uitzicht, ik wil een appartement. En die twee kunnen perfect naast elkaar staan. Ik heb er straks al aangetoond dat torens alleen moeten staan en tussen laagbouw. En sorry, wie hierboven zit, die kijkt, die ziet de torens van Brugge aan de horizon, die gaat daar niet binnenkijken. En in een gewoon bouwblok in de stad kijken alle herenhuizen via de achtergevel bij elkaar binnen. Dus wie nog over inkijk begint te zeuren, is bezig met inciviek egoïsme. Dat bestaat al eeuwen en de gordijnen zijn ook al eeuwenlang uitgevonden. Moeten we naar Manhattan? Nee. Er woont niet genoeg volk in ons land. Heel Londen is 14 miljoen mensen, België maar 11 miljoen, dus wij kunnen zo geen steden maken. Maar Manhattan is wel de stad met het laagste autogebruik ter wereld. 84% van de inwoners van Manhattan geraken op het werk zonder auto. Manhattan is de metropool met de properste lucht ter wereld. Niet alleen dankzij de twee rivieren en dankzij het grote park, maar ook dankzij het feit dat die volledig fietsvriendelijk is geworden, bijna alleen draait op deelwagens en vooral taxis en op zeer goed openbaar vervoer. Het metrosysteem is daar zeer efficiënt in gebruik. Maar verkleinde versies van vergroende steden, zoals Freiburg, waar ook 8-9 lage hoogte norm is, zouden we toch op zijn minst naartoe moeten kunnen. En dan rewilding van onze parken en pleinen, wat Gent trouwens doet. 30% van elk park is ontoegankelijk, maar je ziet het niet. Er staat geen prikkeldraad rond, maar het is met water en met doornstruiken gedaan. Dit is het Theaterplein in Antwerpen. Was 10, 20 jaar lang dood gras. Nu staan daar verwilderde bloemenweides. Dus er is hoop. De steden beginnen te ontharden en te vergroenen. Dit is het park in Gent van de Groene Vallei, de nieuwe wandeling. Een schoolvoorbeeld. Op die rewildingplekken bespaart Gent 90% van zijn onderhoudskosten op die verwilderde stukken. Dus dat is voor elke openbaar bestuur eigenlijk ook nog eens een goede zaak voor de gemeentekas. 10.000 jaar sedentair menselijk bestaan heeft niet alleen de grote gewervelden voor 80% uitgemoord, maar heeft ook nieuwe soorten doen ontstaan die afhankelijk zijn van onze landbouw. Dus die natuur-inclusieve landbouw, die moeten we niet in de natuur gaan doen, maar in de bestaande landbouw, die moet verkleinen in oppervlakte wat we nog wel gebruiken, zal ook natuur-inclusief moeten zijn, omdat een aantal soorten afhankelijk zijn van die symbiose met de mens. Dus het zal complexer zijn en meer lagig en meer natuur. En een deel ontoegankelijke natuur, een deel toegankelijke natuur of een bezoekersdeel in een reservaat. En dan ook in de mensenruimte van de natuur, in de landbouw, een natuurinclusieve landbouw gaan ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is Knapp Castle in het Verenigd Koninkrijk. Dit links is 15 jaar geleden 647 hectare failliet melkveebedrijf, overgekocht door mensen met een beetje centen en vooral veel verstand. Die hebben gezegd, we gaan nul interventie landbouw doen, we gaan het domein saneren. De waterlopen herstellen, alle afsluitdraad weg behalve aan de buitenrand. En dan laten we er grote grazers op los en pioniersbeplantingen. We doen niks en we zien wat er gebeurt. En wat er gebeurde was 4-5 jaar miserie, overwoekering van dit, overwoekering van dat. Tot elke soort plant en dier zijn een draai gevonden had. En dat plotseling een ecosysteem werd waar alles wat in Engeland bedreigd was teruggekomen was. Maar ook heel gezond vlees, heel gezonde planten en groenten en fruit begonnen. Niet maximum een kilo per hectare, maar het is vandaag de meest rendabele boerderij in financieel rendement in heel het Verenigd Koninkrijk. Ze leveren de beste, duurste biostek aan de toprestaurants in Londen. Dus je eet heel weinig vlees, een paar keer per jaar, maar het is dan wel subliem en gezond gemaakt. Dus we moeten misschien toch wel leren beseffen dat die symbiose met de natuur, als je niet naar platte exploitatie gaat, maar naar een verstandige economie, dat dat en rendabel kan zijn, en tewerkstelling kan veroorzaken en toch wat meer natuur mogelijk maakt. In Brussel heeft de Vlaamse Landmaatschappij ingebuisde beken, zoals hier onder een park in Wezenbeek Ophem, de beek terug vrijgegraven, laten meanderen en een stukje rewilding toegepast. En op 3 jaar tijd zit je in een heel ander soort van stadspark met veel meer biodiversiteit.
En dan toevallig, ja, deze lezing vandaag is aangekondigd in een tijdschrift waarin staat Stop verkaveling Vossenbos. Verdorie. Ik zat in die jury, ik was voorzitter van die jury. Een jaar voor die wedstrijd is SO Gent mij komen vragen, Leo De Loep, wat vind je daarvan? Ik zeg, dat is 30 jaar geleden de grootste stommiteit geweest die Gent gedaan heeft. Dat is dat vliegveld laten bebouwen. Dat had een gigantisch bos moeten worden, maar dat is te laat. Die gronden zijn verkocht, daar zitten grondrechten op. Het enige wat we kunnen doen is op elke wedstrijd, op elk gebouw, biodiversiteit veel belangrijker maken in de weging van de keuze van het ontwerp. Ik zeg, ik zou liever daar compact en hoog bouwen en heel veel wilde natuur kunnen maken. Ja, zeggen ze, dat gaat niet meer, want de natuurverenigingen hebben 3-4 jaar lang zitten, ik spreek over 6-7 jaar geleden, hebben 3-4 jaar lang zitten zagen om in al die stukken, in de laatste stukken die nog komen, niet hoger te bouwen dan 4 lagen. Ik zeg, verdorie, dat is spijtig. Maar dan moeten we in de wedstrijd, die 4 lagen kunnen we niet veranderen, want dat zit in het RUP. Dat is spijtig, maar oké, dat is dan maar zo, dat is juridisch aanvaard. Daar kunnen we niet meer rond of we zijn opnieuw 3 jaar kwijt. Maar laten we dan toch op zijn minst in de criteria de biodiversiteit in de puntentelling veel zwaarder doen doorwegen. En dat is gebeurd. En dan komen er dus 4 inzendingen. Dit was het RUP toen. Je ziet hier, het Vossenbos is dit stuk, hier rechts. En dat was gewoon 4 keer dezelfde wolk van 4 blokjes. Klinkt het niet, dan botst het, die daar gewoon ingesmeten worden. En een van de 4 inzendingen die we toen bekeken, die doet dit. Die heeft die bosrand opgezocht. En gezegd, we gaan daar eigenlijk langs bouwen, met onze rug er een beetje in, want we mogen maar 4 lagen hoog, anders krijgen we die woningen er niet in. Maar we gaan aan de voorkant ook natuur bijmaken. Dit is ontoegankelijk bos, daar gaan we niet in. En vooraan maken we een semi-ontoegankelijk, deels wel, deels niet toegankelijk natuurpark. Dat is de enige van de 4 architectenbureaus die met een ontwikkelaar, want het was een PPS, door hadden van, we moeten kijken naar de natuurwaarde van de plek en we zijn de eerste, want alles op de loop is gras, parking, asfalt, beton, glazen dozen, metalen dozen, IKEA, 9 keren rondrijden. We gaan eens een voorbeeld van wat daar eigenlijk zou moeten opgelegd worden aan al die anderen. En nu hoor ik dat men ook dit goede project aan het wegpesten is en dan krijg ik de mazelen natuurlijk. Dit was die mensen hun maquette. De anderen hadden zo Marklin treinmaquettes met kunstplastiek en appartementen en glazen gevels en toestanden. En ik zie hier een bos en een bijkomend, want vandaag is dat alleen maar bruin gras aan de voorkant, met daartussen zo smal mogelijk een woonlint. En dan de jury was enthousiast en ik ook. Ik zeg, eindelijk is een bureau dat nadenkt en dat een beetje out of the box kan denken. En ik vind het dus spijtig dat men hier langs die rand zit te vechten voor Ocharme, het is maar 4 lagen hoog. Hier komt een kantoorgebouw en dat mag ook niet hoger zijn. Dat zou volledig bos kunnen worden als hier een toren zit. Maar het mag maar 4 lagen zijn, dus men gaat weer veel grond innemen. Hier was dat niet zo, dat was slim langs die rand geplooid hier. Maar kijk eens naar de rest. Zeker als je de Google Earth kantelt. Bruin gras, parking, 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 parking. Ja, dat kan wel in 1 parkeertoren, hè? Of in 2. Waarom zouden jullie niet het kotte klein maken in Gent? Die zeggen, elk bedrijf moet zijn herasdraad rond zijn kavel wegdoen, moet alle kortgeschoren gras rewilden naar bos. Dat rondpunt moet met een buis eronder en hieronder een corridor, dat hier dieren kunnen doormigreren. Er moet een ecoduct aan de brug gehangen worden, dat dat met het groen ginder kan communiceren voor migratie. Hier moeten dierenpassages komen en alle bruin gras en zand dat daar nog ligt, moet natuur worden. Dat moeten groendaken worden. Als er nog ergens een voetbalveld nodig is, is het voetbalveld op die doos. In de plaats van hier, voor 80 boompjes, het enige project dat met natuur bezig is, te zitten coïoneren. Dus ik denk, en ik heb als architect 30 jaar lang gemerkt, dat iedereen eigenlijk zoveel mogelijk grond wil blijven verbruiken en dat we daar niet uit kunnen als we dat niet anders doen. Ik geef een voorbeeld van ons eigen bureau nu. 7 jaar geleden zijn wij gevraagd om na te denken over een verkaveling in Oostkamp. 120 villakjes in deels rijwoningen, deels half open bebouwing, op 300 meter van de kerk, het laatste woongebied, vlakbij een fietsostrade, op 12 minuten hier rechts naar het noorden rijden, zet je op het station van Brugge. Maar het was een wetland. Aan de rand van een zandrug is er kwel, zijn er poelen. Maar de buurt vond dat niet goed en ze zeggen, denk eens na over een alternatief voor die 120 villas, want dat wordt allemaal privaat gras met klinkers. Nul biodiversiteit. En ik zag, ja, dat is een mooi natuurgebied, dat kan een meersengebied worden. Waarom? Maar hoe bouwt je nu in godsnaam in een
in een officieel bouwgebied dat een potentieel wetland is. Dat doet men in Friesland door een terp te maken en door een meter hoger te bouwen op een zanddijk. Een beetje zoals in Thailand of in sommige gebieden in de delta waar men paalwoningen maakt. Of een pier, de pier van Blankenbergen staat ook op een staketsel. Dus we leggen een pier aan met rijwoningen met tuin en op het einde een gebouw van 8-9 verdiepen. Middelhoogbouw, geen hoogbouw. En in de plaats van 120 villakjes op 6 hectare hebben we 185 rijwoningen en appartementen op 2 hectare en 4 hectare ontoegankelijk moerasgebied met houten knuppelpaden zoals in de Hoge Venen die van het ene plein naar het andere gaan en de zandbak en de petankebaan en de speeltoestellen staan in de woonstraat. Dus het rendement, de ontwikkelaar werkte met open boek, het rendement voor de ontwikkelaar is hetzelfde. Hij verkoopt meer woningen met maar een lagere grondwaarde, want hij verkoopt 4 van de 6 hectare grond niet. De mensen kunnen daar wel naar kijken, daar zitten reigers, in de grasstukken zitten schapen in de zomer, in de winter gaan die binnen. Er is hier een klein stukje waar er wel in mag, omdat ook de kinderen van die bewoners moeten kunnen zien wat er gebeurt als de natuur haar gangen mag gaan. Dus je kan met behoud van grondwaarde en met behoud van het rendement van de ontwikkelaar, zelfs er is connectie voor de buurt, die paden vertrekken in deze steeg, hier is een pier die vertrekt in de kop van een straat, deze straat eindigt op een vlonderpad naast een van de eerste, van de grootste bestaande vijvers reeds. Maar ook daar heeft de buurt er nog 2 jaar over gedaan om die 8 lagen. Hier staan bomen in die tuinen, die kunnen die toren niet zien. En kijk hier, en het is te hoog en we zijn wie er dan niet gewoon. En dan denk ik van jongens, toch Vlaanderen staat vol hoogbouw, dat heet kerk. Als er op 8 meter hoogte een bronzen klok is of een gezin, wat maakt dat nu toch uit voor u? Als je daar 4 hectare van de 6 volledig kunt omzetten in een natuurgebied, hoe kun je daar tegen zijn en jezelf nog milieubewust doen? En daar heb ik wat moeite mee. Kijk, dit is het eindresultaat. Dit is de verkaveling die nu ingediend is, waar we binnenkort... Dus de buurt is nu mee, ze zijn het eens. Waar we aan de slag kunnen gaan. En een laatste voorbeeldje, ik zit bijna aan het einde van mijn lezing, is als bouwmeester heb ik gewerkt aan dit project in Wevelgem bij Kortrijk, waar de sociale huisvestingsmaatschappij al die groene en rode gebieden had. Donkerblauw was al in aanbouw, groen was eerder toch liever natuur maken, dat slecht gelegen was, dat is sociale woningbouw, mensen moeten daar auto's kopen. Rood was dicht bij bus of station. Die 2 die liggen goed met een centrum in de buurt. Die, dus in de plaats van de 250 woningen die op hun 4 gronden konden, die 250 woningen op die 2 gronden zetten. Dan moest je ook wat hoger gaan, 6-7 lagen. Maar in de wedstrijd wilden ze bij de bouwmeester eens laten testen door 4 teams wat dat dan zou geven. En de winnaar had 2 van die 4 gronden, de linkse en de rechtse, bebouwd op deze manier met rijwoningen met tuin, gemengd met 4, 5 en 6 lagen hoge appartementsblokjes, maar ook met sportvelden, met winkeltjes, met een buurthuis. Heel mooie dingen. En dat geeft dan als typologie dit. En vooral, als je naar de landschapsfiguren gaat kijken, zowel toegankelijke weiden en kale en de echte mooie akkers daartussen, maar ook bebossing, groendaken, speelruimtes. En wel, dat ding ligt 3 jaar stil, want de buurt vindt dat die 4 en die 4 lagen is al een hoge toren. Hè. En dan krijg ik de mazelen, want wat die winnaar voorgesteld? De 2 gronden die niet gebruikt waren, gingen naar de natuur gaan en zij hadden geen 250 sociale woningen, maar 350 woningen voorzien. En dan zei die sociale huisvestingsmaatschappij, wij willen niet hebberig zijn. Die 100 woningen extra hebben wij niet gevraagd. We gaan die bouwrechten uitdelen aan mensen met een slecht gelegen villagrond en die kunnen gratis bij ons komen bouwen. Die moeten die grondwaarde niet kopen. Die geven hun villagrond in het buitengebied op. En dan krijgen wij naast die 250 sociale woningen, ook 100 middengroepen. En wordt die buurt minder een ghetto en is de sociale mix een beetje beter. Minder geconcentreerde kansarmoede enzovoort. Dus dan was ik dubbel blij dat dat project er kwam. En het wordt al 4 jaar tegengehouden vanwege ocharme 4, 5 lagen. Een groot herenhuis is 5 lagen hoog. Dus er klopt volgens mij toch iets niet in de intolerantie van onze burgers de laatste jaren. Als je kijkt wat een natuurwaarde dat project in zijn context zet. En ik sluit af met dit beeld. Een van de slechtste producten die je kunt bedenken, die veel succes hebben in de groene sector, dat is het tiny house. Dat is niet compact, dus dat lekt per verwarmde kubieke meter meer energie dan gelijk welke andere woning. Dat ligt altijd op een plek in het bos waar je alleen maar met een auto geraakt. Of anders heb je geen auto, maar dan heb je een pedelec of dan zet je goed de been. En het huisvuil en de riolering en al de rest moet nog altijd wel. En de postbode en de pakjes. Dus je zit daar eigenlijk met een van de meest
impactvolle woonmodellen die dat schijnbaar ecologisch is. Dat zou ecologisch kunnen zijn als je niet dit doet, maar dit. Als je dan die ramen in de zijgevel nog blind maakt en de doos sterk genoeg, met enkel glas vooraan en achteraan, kan je ze naast elkaar zetten tot rijwoning of beginnen stapelen tot mini-appartementjes. Dan worden het containers en dan wordt het interessant als tiny house. Ik ga eerst uitleggen waarom een klein huis nooit compact is. Compactheid is niet alleen de vorm, maar ook de schaal. Neem maar eens eenzelfde kubus. Als de ribbe 1 meter is, is het volume 1, dat is tot de derde macht, 1 kubieke meter en 6 stukjes koude gevel van 1 vierkante meter, de 6 vloer en dak ook. Dus dat is 1 op 6. De compactheid is volume gedeeld door verliesoppervlak. En omgekeerde daarvan, de energieverliesfactor, is het aantal vierkante meter koude gevel per vierkante meter verwarmd volume. Zo'n kubus van 1 meter is 1 vierkante meter verwarmde kubieke meter lucht, maar er zijn 6 vierkante meter koude gevel per vierkante meter verwarmd interieur bij de ribbe 1. Als de ribbe 10 wordt, wordt de compactheid geen 0,16, wordt dat niet 1 op 6, maar 10 op 6, 1000 gedeeld door 600, dat is 10 op 6, en wordt het energieverlies 10 keer kleiner. Dus daar is nog maar 0,6 vierkante meter koude gevel per verwarmde kubieke meter. Dus kleine gebouwen kunnen niet compact zijn, nooit. Compactheid is goed tussen 3 en 5. Onder de 3 verliest je te veel energie. Boven de 5 heb je in de zomer altijd oververhitting. En dan zit je inderdaad al in de richting van, dit is 16 als compactheid. Maar een blok van 50 op 50 op 50 meter heeft in de kern geen daglicht en kan ook niet koelen. Dus dit zijn tiny houses die correct zijn. Deze containers. Dit is een studentenhuisvestingsproject boven bestaande industriële silo's die ook tot kamertjes zijn verbouwd in Johannesburg. Ik heb het project bezocht. Heerlijk. Er is een gigantische tuin, een groen dak op het dak, waar de studenten buiten eten. Het is daar altijd goed weer. Elke container heeft ook een terrasje. En hier zitten de liften in, die daar op die brug zowel dat dakterras kunnen bedienen als op alle verdiepen, die container en die verdieping. En ja, dit is creatief omgaan met kleine woonvolumes. Maar dat zie ik te weinig bij ons. En de kans dat er protest tegen zou ontstaan is groot. Dus dat is een beetje de aanloop naar het debat van straks. Ik denk, ja, ik heb een uurke vol gepraat ondertussen. Het is tijd voor pauze, denk ik. Dank u wel. We hebben ondertussen al wat vragen kunnen noteren en kunnen verzamelen. Waarvoor dank iedereen om vragen te stellen in zekenen die nog altijd worden gesteld in de chat. Leo, dan... Ja, ik kan de chat via Google Doc thuis heel goed volgen. Dus ik... in volgorde, ja, het jachtverbod in heel België, Vlaanderen, ik zou zeggen nee, want dan ga je te veel tegenwind oogsten, maar toch wel een veel grotere restrictie. Ik vind sowieso een ziekelijke sport om dieren te doden een sport te noemen. Dus ik heb daar fundamentele problemen mee. En net zoals ik last heb met heel wat taalgebruik, de natuur veerkrachtiger maken. Dat is ook zoiets dat niet klopt, vind ik. We misbruiken haar. Stel je voor dat er in een relatie partner geweld is en die gaan naar een therapeut en die zegt we gaan de partner die het slachtoffer is veerkrachtiger maken tegen de mishandeling. Nee, het is de agressieve partner die zich moet leren gedragen. Dus als wij de natuur misbruiken, dan moet het misbruik stoppen in de plaats van de natuur sterker te maken tegen ons misbruik. Wat misschien toch wel nodig zal zijn, omdat we nog een aantal eeuwen onvermijdelijk met te veel gaan zijn, is dat misschien toch wel zinvol om die wat resistent te maken. Dus, en dus ook misschien er niet meer zo als een dolleman op te schieten. Nu, de jagers van vandaag zijn anders dan 200 jaar geleden. In de 17e, 18e eeuw heeft de landadel bijna alle gewervelden in ons land uitgemoord. Er zijn er vandaag meer dan toen. En dus misschien ook, de jacht misschien ook wel nog meer om omvormen tot bewakers van de natuur, tot veldwachters. En aangezien we heel weinig natuur hebben, is die heel snel gedestabiliseerd. De natuur heeft zich miljoenen jaren zelf kunnen redden. En als we terug 30% reservaat zouden hebben, kan ze dat opnieuw. Maar vandaag is natuur een soort van paradijs. Plakkendaal, Excel-tabellen met zoveel roerdompen, zoveel heide, zoveel bossen, schouwvlieken, heeft twee keren van Europa de order gekregen dat ze bos moest kappen en meer heide maken, omdat dan de tabel van de biodiversiteit niet klopte. Dus dat zijn zo'n smalle communicerende vaten, omdat er bijna geen natuur is, dat het een klein beetje beter is dan een dierentuin. Dus er zit echt wel een probleem. En de jacht is een onderdeel daarvan. Maar nu onmiddellijk wegdoen,
In Wallonië is er heel veel bos in stand gehouden dankzij de jagers, anders waren het ambachtelijke zones geworden. Dus dat snijdt wat aan twee kanten. Ik denk dat je dat op een evenwichtige manier moet doen en traag. Een goed evenwicht tussen de tweede vraag, tussen groene publieke ruimte en welke densiteit, hoeveel vierkante meter per entiteit. Goh, het gemiddeld appartement in Europa is 65 vierkante meter, het gemiddeld appartement bij ons is 85 vierkante meter, het gemiddeld appartement bij ons in de sociale woningbouw is 100 vierkante meter. Dus dat begint wel wat te schuiven de laatste tijd. Maar het gaat vooral ook in hoeveel woningen per hectare. We zouden minstens 50 à 60 woningen per hectare moeten hebben voor een warmtenet te kunnen hebben. Pas op, dat is gemeten op de kavel, hè, op het bouwblok. Hè. Dat is zonder de pleinen en de straten, want anders zakken die dichtheden, dan zijn ze veel lager. Dus het is echt op het perceel. En in de stadcentra, en zodra je met appartementen begint, zit je tussen de 100 en de 300 woningen per hectare. Daarin kan je zeer goede projecten maken. Dus ik zou aan milieubewegingen de raad willen geven, geen onderdachte keuzes te verdedigen. Wat is dan wel goed? Welke raad zou je de milieubeweging willen geven om in zaken gebruik van publieke ruimte de juiste strijd te voeren? Wel, ik zou zeggen, probeer in co-productie te gaan met de ontwikkelaars. De helft van de ontwikkelaars zijn beursgenoteerde bedrijven die in handen zijn van onze eigen pensioenfonds. Dus dat is niet allemaal, dat is ook circulair, ook een economie. Hè. Je zet soms op hun eigen oude dag aan het schieten. Want die beleggingen worden gebruikt om de pensioenen te kunnen betalen. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat vooral om het feit dat je geen natuur kan bijmaken zonder te verdichten. Dat betekent dat je woningen bij elkaar moet gaan schuiven in rijwoningen en op plaatsen waar je niet veel parken hebt en waar je open ruimte moet bijmaken of pleinen nodig hebt, daar moet je ook in de hoogte gaan. Ook in de dorpen. Maar 6-7 lagen is middelhoogbouw, is ook goedkoper omdat je dak en fundering kunt afschrijven op meer dan één bouwlaag. En dan moet je zorgen dat daar een actieve plint in zit, niet te veel parkeerplaatsen, deelwagens. Alleen verdichten bij de één of twee stopplaatsen die dat dorp heeft en niet in het veld, 1500 meter verder. Want die ontwikkelaars hebben van mij verdichting gehoord 4 jaar lang. En die gaan overal willen verdichten en die dorpen kunnen dat niet tegenhouden. En die gaan dan met slechte kleine appartementjes, zonder groendaken, zonder grote terrassen. Dus in uw wooncode zou beter woonkwaliteit staan in de plaats van beeldkwaliteit. Maak u geen zorgen over de landelijke stijl, maak u geen zorgen over een laag meer. Zorg dat het de densiteit haalt die nodig is voor een warmtenet. Eén dorp kun je met een warmtenet verwarmen. Dat is 50 per hectare. De meeste dorpen zitten aan de helft. Hè. Dus dat betekent dat de eerste 300 meter rond de kerk, dat je daarvoor moet vechten. Dat je in ambachtelijke zones moet vechten tegen gazon, tegen parkings. Parkings moeten onder het gebouw, op het gebouw, maar er niet meer naast. In de loop is die koelkast smeerbare expo-brei, die gigantische IKEA's, en congrescentra met dan een half vliegveld aan parkeerplaat. Stukken erger dan die 20 bomen die appartementen die in het Vossenbos staan nu gaan moeten wegsnijden om dat park te kunnen maken. En die gebouwen moeten vanwege de brandnorm, als ze 4 lagen hoog zijn, 8 meter uit elkaar staan, die kunnen niet anders. Dus het gaat erom van kill your darlings and fight for the big ones. Hè. Je zet je geld in waar je de grootste hectares natuur kunt winnen. Dat is een belangrijke tip. Maai mij niet. Oké, ja, zalig. Hè? In Lier moeten ze de klinkers en de grind uit de voortuinen halen en ook terug beplanten. Het begint. Hè. Er zijn acties die duidelijk beginnen wijzen. Demir is een andere dan Joke Schouwvliegen. Ze doet veel meer voor de natuur. Elke partij heeft een groene linkse vleugel tegenwoordig. Dus er is hoop. Maar het is niet genoeg. Hè. Is dat genoeg, die biodiversiteitscampagne van Maai mij niet? Nee, maar het is weer een stapje in de goede richting. Hè, dus zelfs Jan Bon heeft mij gezegd, toen er zoveel hetze was rond iets wat ik nooit gezegd had over de mobiscore, en hij zei, ja, maar we hebben nu wel correct begrepen, dat is de gazette die dat doen. En we staan zelfs achter uw visie, maar je moet twee dingen weten. We gaan dat uitvoeren een beetje trager, want anders oogten we te veel weerstand. En we gaan daar vooral niks over aankondigen, want dan is het helemaal het kottenklein op de sociale media. Dus politiek heeft last van electorale schade, zowel van de linkse als van de rechtse kant. Dus daar heb je ook. Dus als je tegen politiek zegt, doe er maar een laag bij, wij gaan daar niet tegen zijn, maar het moet goed zijn en ecologisch, hè, dan denk ik dat je wel wat gedaan gaat krijgen. In Nederland heb ik gezien een project met ontwikkelaars, die werken met open boek. Die krijgen garantie in die zone aan het station van Tilburg, mocht je 100.000 vierkante meter bouwen. En dan zegt die buurt, ja,
we willen toch wel zo'n park, dus dan zouden er minstens 3 torens moeten komen van 90 meter hoog. Die komen daar aan beneden de ontwikkelaar. In dat gebouwtje daar hebben we gezien dat je 2 lagen te weinig hebt om aan je rendementen geraken. Dan moeten we wat hoger gaan. Die zitten mee in die Excel te neuzen. Dat is allemaal geen probleem. Die ontwikkelaar zegt, doe maar, hè. Als jij van 3 torens er 2 maakt, wordt je park wat groter. Ik moet al die oude hangars klasseren. En de bibliotheek zit in de locomotievenhal nu. Die is klaar in Tilburg. Prachtige architectuur, prachtig erfgoed, prachtige woningen. De burgers hebben het over hoeveel speelruimte voor de kinderen, hoeveel terrassen. Als we een samenaankoop voor energie en warmtenut kunnen zeggen, dalen onze stookkosten met 30%. Dan mag die van 80 meter misschien wel 90 meter hoog worden. Die zijn gewoon aan het rekenen en die zijn over woonkwaliteit bezig. En er is daar niemand die zegt, alle politici zijn corrupt, alle architecten incompetent en alle ontwikkelaars zijn poenpakkers. Daar is geweten dat je geen lening krijgt als ontwikkelaar als je geen 15% rendement hebt bij het begin van je project, want er is altijd vertragingsboetes en intercalaire interesten enzovoort. Dus in vertrouwen, in open boek werken, met politieke garantie op bouwvergunningen, op timing, en plotseling is er co-productie tussen alle actiegroepen, burgerbewegingen, ontwikkelaars en architecten. Dus ik denk dat we in de plaats van in die polarisatie en wantrouwen te zitten, dat we politiek, burgers, bouwsector, ontwerpers samen kunnen werken. En inspraak moet 5 jaar vroeger als de bouwhoogte en de bouwdichtheid wordt vastgelegd. En niet als de bouwvergunning moet afgeleverd worden of als de wedstrijd al 4 jaar geleden. En zoals in het Vossenbos, die wedstrijd is 6 jaar geleden. Die architecten zijn dus al 6 jaar aan het wachten om iets te bouwen dat toen het beste was van alle inzendingen. Oké, volgende vraag. Biodiversiteit is een grotere uitdaging dan klimaat. Klimaat een grotere dan recessie, recessie groter dan COVID. Bent u niet heel pessimistisch? Nee. Omdat biodiversiteit bijmaken de meest belonende is van allemaal. Je zit binnen een paar jaar in een paradijs. Propere lucht. Lagere belastingen, want die verkavelingen kosten fortuinen. Onze files kosten de economie 30 miljard per jaar. Dat is bijna een kwart van onze begroting. De salariswagens kosten federaal, kosten België 4 miljard per jaar. Het verspreid bouwen aan wegen, infrastructuur, huisvuilophaling, transport en leidingwerk, 2 miljard per jaar. Dus dat gaat snel, hè, als je dat anders begint te doen. Dus onze belastingen dalen, onze natuur stijgt, ons fijn stof daalt, ons openbaar vervoer wordt goedkoper en stipter, met stopfrequenties om het kwartier in de plaats van om de 60 minuten. Maar er moeten massa's haltes geschrapt worden. Ook deze week weer protest van alle partijen, van de linkervleugel van alle partijen. Het openbaar vervoer moet haltes schrappen. Ja, natuurlijk, België is zo dom geweest om eerst half België te laten verkavelen en overal te gaan wonen. En dan heeft de politiek 15 of 20 jaar geleden gezegd, wij willen basismobiliteit. 500 meter van elke woning moet er een bushalte komen. Resultaat, slecht openbaar vervoer. De lijn zit net op de rand van het faillissement en alles is ondermaats qua stopfrequenties. Wij moeten haltes schrappen. Wij moeten aan een kleiner aantal haltes meer mensen doen wonen. Dat openbaar vervoer kan draaien op topfrequentie. Dus ik ben helemaal niet pessimistisch. De beste veranderingen zijn diegenen die als onmiddellijk resultaat hebben compactheid en meer open ruimte voor biodiversiteit, omdat je daar ook veel sneller economische winsten kunt koppelen aan ecologische winsten. En ik mocht kiezen in welke volgorde dat ze gezegd worden, die twee ecologische en economische, ze zullen elkaar nodig hebben. Ook een andere landbouw zal beter zijn voor niet alleen onze lucht en onze voedselkwaliteit, maar ook voor de economische levensvatbaarheid van de boeren. Draagvlak bij de Vlamingen, dit soort dingen. Lezingen, debatten, kennis. En de verweving van groen-blauwe netwerken, zowel in verstedelijke gebieden als in het buitengebied, om dat van de grond te krijgen, is voorbeelden, projecten steunen, experimenteerzones maken, zones maken waar vergunningen niet meer nodig zijn, waar experimenten kunnen getest worden. Ik weet, ik was als bouwmeester een jaar of 3 geleden gecontacteerd door de fietsersbonden van België van wij willen een boek uitbrengen met nieuwe wegprofielen. Met een voetpad, een groene strook, een fietspad, een groene strook, een rijweg, 1 rijweg voor de auto, geen 3 of 4 meer. Veel meer groen op straat. En daar allemaal voorbeelden van toen in een boek. Ik zeg, ja, dan staat dat boek daar op de plank in stof en dan gebeurt er niks. Ik ga dat niet doen. En die verschoten zo, waarom weigert je daaraan mee te werken? Zeg, ik stel voor dat we samen met jullie een call plaatsen online, dat we subsidies gaan zoeken. En die zijn er sinds een half jaar nu. Ik ben door een nieuwe bouwmeester en een team gecontacteerd. Het is gelukt. En Bart Somers heeft er zich achter gezet om fietsluwe buurten te maken. Dus we gaan gemeentes vragen, wie heeft er hier toevallig al een budget klaarstaan om een kilometer 2 of 2 van zijn weg uit te breken en te vervangen door een nieuw profiel.
En zijn jullie bereid om dat profiel anders aan te leggen? Dus in de plaats van een boek gaan we pilootprojecten maken als wervend voorbeeld. Dus ik denk lezingen, debatten, communicatie en de beste voorbeelden zo snel mogelijk realiseren in de plaats van erover te babbelen. Sociale impact op personen van collectief groen is belangrijk, dat klopt. Maar toch is een private tuin waarin een persoon tot rust kan komen van groot belang. Wel, ik woon in een hoogbouw met een parkje voor de deur en ik heb een terras. En ik kom ook tot rust onder mijn koptelefoon of met een gitaar in mijn handen. Of met een beetje gaan joggen. In Brussel zijn er 124 parken. Er is heel veel groen. Gent had een mooi park kunnen hebben aan het Rabot. Maar daar hebben ze dan een gerechtshof ingezet van maar twee lagen hoog, dat de helft van dat park opvreet. En aan de andere kant stonden Rabot-torens met massa's groen rond. En die torens had iedereen een hekel aan, dus dat moesten lagere torens worden. Dus zijn die lagen, al die sociale woningen uitgespreid over veel meer gebouwen, is er nog minder park. Dus ja, een private tuin heb je dan nodig. Je hebt privacy nodig, je moet buiten kunnen zitten, je hebt stilte nodig. Ik zit op 55 meter hoogte en ik hoor niks van Brussel. Thuis is het altijd heel stil. Dus ik weet niet of dat privaat moet zijn. Co-housers hebben geen private tuinen. In Brussel is er een mooi groot co-housing-project waar de hele binnentuin in het binnengebied collectief is. Maar er zijn verschillende gradiënten van privacy. En dus ik denk dat de private tuin perfect aansluit bij het individualisme van het gezin achter de haag of de schutting. Dat is de laat mij gerust tuin, ik wil geen buren zien. En dan hoor je achter die huig ruzie en grasmachines en springkastelen en gillende kinderen enzovoort. Ik heb in een tuinwijk met een tuintje gewoond 20 jaar. Hè, en ik sliep daar toch veel minder goed dan nu, hoor. Ik weet het niet. Het zal vooral een kwestie van goesting zijn, denk ik. De volgende vraag is zeer interessant. Hoe kun je eigenaars van slecht gelegen villa's helpen om te verhuizen? Dat zou inderdaad moeten veranderen in het kadaster van bouwgrond naar natuur. Maar je moet die mensen niet onteigenen. Elk huis is op een zeker moment fijn de carrière. 40, 50 jaar bewoning, dan is renoveren vaak zo duur dat eigenlijk afbraak en wederopbouw aan de orde is. En Vlaanderen geeft daar nu zelfs een premie voor van 7.500 euro. En ook voor zware renovatie krijg je geld. Maar als je dan een slecht gelegen villa wederopbouwt, zit dat gezin weer 50 jaar in de files. En dan zou je iets kunnen doen dat nog niet aan de orde is, want men is nu met dat instrumentendecreet eigenlijk aan het zeggen, we gaan bouwgronden moeten betalen aan de finale waarde. Die niet zo hoog is, want er is een gigantisch overaanbod trouwens. Maar waarom drukt de overheid geen stedenbouwkundig geld bij? In de vorm van voorwaardelijke bouwrechten. Ik ken massa's stadjes en gemeentes in Vlaanderen waar het station aan de rand ligt, in een buitenwijk met lage dichtheid. Ik denk aan Boom, waar het een villa-wijkje is, of een wijkje met twee verdiepingen hoge arbeidershuisjes. En stel dat de gemeente daar zegt, we gaan naar 7 lagen. Er komen 5 lagen bij. 2 lagen beneden, 5 lagen erbovenop. Maar die 5 lagen, daarvan gaat het rendement niet naar die eigenaar van die arbeidershuisjes, van die grond. En die zijn ook niet te koop voor ontwikkelaars. Dat zijn voorwaardelijke bouwrechten die de gemeente maakt, die enkel kunnen geoogst worden door mensen die een uitgewoonde villa hebben in een periferie van 30, 40 kilometer of van gelijkwaar, als ze in de buurt komen wonen en werken. Die kunnen ruilen, die kunnen zeggen, ik heb een bouwgrond waar ik nog op kan bouwen of waar een versleten huis op staat. Ik doe dat weg, dat mag natuur worden. Het kadaster zet dat om in definitieve open ruimte voor natuurgebruik, niet voor landbouw of voor recreatie. En je mag dan, als die 5 lagen vol zitten, er zijn 2 appartementen per niveau, er komen dus 10 appartementen bij, en die 2 lagen eronder worden ook 4 appartementen, of beneden met een winkel en een buurthuis, dan kan dat project starten. Je kunt nog zeggen, die 2 lagen van die zittende eigenaar, we geven hem een laag bij als incentive. En die mensen die verhuizen, die krijgen niet alleen die dat ruilrecht, die mogen ook hun reeds betaalde registratierechten meenemen. En als ze een salariswagen hebben, dan kunnen ze tegen hun werkgever zouden ze moeten kunnen zeggen, we lichten de optie om een salariswoning te hebben. Want we weten dat die werkgever 600 à 700 euro per maand betaalt voor die salariswagen. Voor leasing, registratierechten, brandstofverzekering enzovoort. Want voor die werkgever is dat belasting aftrekbaar. Dat is die 4 miljard per jaar die de federale overheid betaalt of verliest aan belastinginkomsten door de
salariswagens. Zonder verplichtingen. Je hebt de kans, als je wilt verkassen naar een betere locatie met een bouwrechterruil, dan mag je in de plaats van 600-700 euro per maand salariswagen, 600-700 euro per maand geld van je werkgever gaat rechtstreeks naar je huur, als je in een coöperatieve of in een huurmodel zit, of naar je hypotheek als je wilt kopen. En dat lijkt me in combinatie met meeneembare registratierechten en met virtuele bouwrechten die enkel kunnen ingeruild worden voor reeds bestaande bouwrechten, een gratis manier, zonder onteigening, zonder planbaten, zonder planschade, om die verdichting mogelijk te maken. Onderhand zou je dat al kunnen, instrumenten bestaan daar nog niet voor en opleggen kan je het zeker niet. Volgende vraag. In plaats van alternatieve landbouwvormen zoals voedselbossen en permacultuur in de omschakeling van de agrarische sector. Het probleem is daar natuurlijk dat er een minimumgrens is aan kilo's per hectare. Dus als je naar te alternatieve modellen gaat die te weinig rendement hebben, zal dat moeilijk zijn. Dus ik geloof toch eerder in een hybride vorm van natuurinclusieve landbouw. Ik ben bijvoorbeeld ook niet in alle gevallen tegen genetisch gemodificeerde organismen. Als je dat niet doet om monoculturen van 40 hectare mais, sorry, dat is net zo goed qua biodiversiteit dan een betonplaat. En daar gaat het niet over om daar naar GGO's te gaan. Maar de grootste de grootste genetische modificator op aarde is de natuur zelf. Hè. Onze cellen en onze genen muteren random. Hè. Wij maken gedrochten. Een fertiliteitsdokter zei me is bijna 99% van alle bevruchtingen bij mensen sterven binnen de paar uur terug af omdat ze mismaakt zijn. Dus wij experimenteren met de natuur maakt constant binnen alle soorten allerlei monstertjes. In een labo is een genetische modificatie meestal zeer goed gecontroleerd en weten ze bijna welke mutaties er in de soort zullen ontstaan. De natuur weet dat niet. Er komt van alles ter wereld in de natuur. Zo zijn ook wij en alle nieuwe soorten ontstaan. Men maakt van alles. Survival of the fittest, hè. De kreupele dingen die gaan terug dood. In Tsjernobyl zit de hoogste biodiversiteit van Europa en Azië samen en er zijn bijna geen kreupele dieren meer bij. Die zijn allemaal stralingsresistent, omdat mutaties zijn willekeurig. Dus er stonden duizenden mutanten en het zijn de mutante cultivars van planten en dieren die daar het meest florissant zijn. Want mankende beestjes met 7 poten worden direct door de wolven opgegeten. Dus je krijgt daar eigenlijk toch wel een idee over van welke landbouwvormen. Ja, voedselbossen maar een beetje gaan plukken in een bos. Daar kun je geen overbevolkte planeet mee onderhouden. Dus ik denk dat het een hybride systeem zal worden van efficiënte, natuurinclusieve landbouw. We gaan technologie nodig hebben, maar de landbouw zal kleinschaliger moeten, zal in een korte kringloop. Hey, wat we vandaag ook zien is, wij voeren producten uit naar landen waar ze die producten ook kweken. Dus die carbon footprint in de ruimtegebruik is knettergek. Eigenlijk zou het wereldwijd verboden moeten zijn. Je mag niks invoeren wat je zelf ook kweekt en je mag niks uitvoeren naar landen waar ze dat ook hebben. Dat wij koffie invoeren omdat we dat hier niet kunnen groeien, dat is logisch. Dat wij onze bierrecepten uitvoeren of dat wij pindanoten invoeren, dat is logisch. Maar dat er dezelfde tomaten in Spanje en in Nederland gemaakt worden en dan in camions gesmeten worden om voor 2 cent per kilo verschil ze op tijd in de fruitveilingen 500 kilometer verder te krijgen, die onzin moet eruit. En dat is onzin van de massaproductie. Dus ik denk dat het eerder daarop zit dan op die laagrendementslandbouw, die volgens mij wel thuis hoort in daken. Hè. Op urban farms en zo zou het zeer interessant kunnen zijn om daar ook een beetje meer lokale voedselproductie mogelijk te maken. Thema de komende prioriteit, maak de loop groen. Hè? Of alle andere ambachtelijke zones in en rond Gent. Wat Gent doet met zijn parken, zou het ook moeten doen met zijn voortuinen, met zijn oprutten, met zijn ambachtelijke zones. Die 8 meter groen buffer rond elk gebouw, die brandgangen. Dus rewilding als algemene landschapsaanleg in Groot Gent. En alle parkings omzetten in kleinere gestapelde parkeergebouwen, onder- of opgebouwen of nieuwe parkinggebouwen die gedeeld worden binnen een wijk of binnen een buurt, dat ons ruimtegebruik overal naar beneden kan en de vergroening veel vroeger kan beginnen. Hebben jullie nog vragen die je naar voren wilt halen? Want dan is het misschien makkelijker dat je ze mij stelt. Waarom grijpt de overheid niet in de Matexi-manier van verkavelen in? Wel, dat project in Oostkamp dat wij aan het doen zijn met die pieren, dat is met Matexi.
Maar Texi is al zijn gronden aan het wegdoen in het buitengebied, heeft Wilma als ontwikkelaar opgekocht. En Wilma was een ontwikkelaar die alleen maar stedelijke grondposities had. Maar Texi is de Antwerp Tower in Antwerpen, vlakbij het Centraal Station, een beest van 100 meter hoog, aan het renoveren. Dat is bijna klaar met appartementen. Is volledig van verkavelaar zich aan het heruitvinden. Maar Texi zat mee met Van Harens in het nieuwe kwartier. In het Militair Hospitaal in Antwerpen. Een van de betere groene verdichtingsprojecten in de stad. Dus ook daar is in ontwikkelaarsland de boodschap toch aan het binnendringen dat woonkwaliteit in de stad, meer groen in de stad, dat ook economisch misschien zinnig is voor een verstandige investeerder. Architecten en stedenbouwkundigen die iets aanbieden dat binnen dat toekomstbeeld past, wel, ik moet zeggen dat het zowel open oproepen als in mijn eigen praktijk wij buurtprotest hebben en we zijn nogthans een zeer ecologisch bureau in de helft van onze projecten. Er moet overal een laag af. Wij willen niet meer zoveel inwoners in onze straat. Er wordt in Dilbeek een school weggepest omdat er voor de leraars een parkingetje van 8 autokes door een steeg moet waar villa-bewoners wonen. Die vinden 8 bijkomende wagens 5 schooldagen per week ontoelaatbare hoge drukte. Dan ligt het toch niet aan wat architecten aanbieden, denk ik. Natuurlijk zijn er architecten die nog altijd... Mijn bureau weigert al 15 jaar om nog verkavelingswoningen te bouwen, om nog op greenfields te bouwen, om nog in het buitengebied te bouwen. Ja, er zijn architecten die zodanig weinig werk hebben dat als ze niet bouwen, dat ze sluiten. Maar ja, wij gaan in ons bureau wel altijd zeggen, we gaan liever de afwas doen in een restaurant dan slechte gebouwen moeten maken. Dus het hangt ook wat af van het engagement, denk ik. Nog even kijken. Kennisoverdracht door participatie wordt er veel te weinig ingezet. Ik heb dat gisteravond ook in de afspraak gezegd. Hè. Dat is van Cees Budding. Inspraak zonder inzicht leidt altijd tot uitspraken zonder uitzicht. Dus participatie en co-creatie moet eigenlijk niet bij woonprojecten, moet bij verkavelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen. Wanneer de overheid zegt, daar gaan we nog bouwen, daar niet. Daar moeten het 50 per hectare zijn. Hoe hoog mag het daar worden? Moeten die plinten geen buurtondersteunende dienst hebben? Buurt, wat ergert jullie? Wat hebben jullie daar nodig? De ontwikkelaar krijgt 3 lagen bij als hem de school bouwt. Want de gemeente heeft geen geld voor die nieuwe school. De buurt zit al 10 jaar te wachten op meer klassen. In plaats van subsidies te betalen aan de school die we niet hebben en dus niks te doen, kunnen we de ontwikkelaar de school laten bouwen, maar in ruil 3 lagen hoog. En dat is negotiatie, stedenbouw. Maar dan moet je dus dichtheid ook gebruiken als money machine. En dan zijn die participatietrajecten volgens mij heel interessant. Het meest interessante participatietraject dat ik meegelopen heb, is in Kortrijk 3-4 jaar geleden. Heeft een jaar geduurd en de eerste 6 maanden hebben die 500 burgers die uitgenodigd waren, die moesten dus om de week komen, niks mogen zeggen. Die hebben 6 maanden lang les gekregen. Vastgoedkunde, mobiliteit, grondwaarde, groenblauwe netwerken, mobipunten, verdienmodellen, net present value, herinvestering, een kanon, recht van opstal, coöperatief wonen, huurkost, armoedegrenzen, milieu, bezonning, beschaduwing, al dat soort zaken. Wet op overheidsopdrachten. En na 6 maanden hebben die 500 burgers in groepjes van 25 man een werkplaatsje gekregen met maquettemateriaal en flipcharts en stiften en karton en potloden. En daar kwamen woondichtheden uit en bouwhoogtes waar de politiek nooit over had durven spreken. Dus inspraak met inzicht leidt altijd tot uitspraken met zeer goede vooruitzichten. Hoe maken we verdicht wonen in de steden terug betaalbaar? Een zeer goede vraag. Dus dat is eigenlijk wat kleiner bouwen voor de groepen die het nodig hebben. Zorgen dat de grond niet meer verkocht wordt, dat mensen minder kopen en meer huren. Dat ze kunnen huren aan kostprijs, dat die gebouwen in bezit blijven van de overheid of van de coöperatieven of van de huurderscorporaties. En dat je dus op die manier combinaties van compacter wonen, kleiner wonen, meer functies delen. In plaats van elk huis zijn eigen groot knutselkot, 2-3 knutselkoten per 50. Het wisselspoor in Leuven is daar een goed voorbeeld van. Waar de gemeente zegt, ja, wij leggen bij die grote fietsenberging en dat buurtplein in die toren. Want als dat een gewone woonwijk was geweest, moesten wij daar al de straten aanleggen. Want in het begin zei de gemeente, die toren is te duur. Ik zeg, maar wacht eens, als je die wijk bouwt met rijwoningen, dan liggen er wel 5 straten en riolering en allerlei kosten voor de gemeente die je nu niet moet maken.
Dan hebben ze het uitgerekend per woning wat ze moesten bijleggen om die toren goedkoper te maken dan de rest van de woningen in de buurt, was minder dan wat ze hadden moeten betalen aan een normale wegen en infrastructuur voor een woonwijk. Dus daar zit wel wat marge op. Om te zorgen dat steden betaalbaar worden, maar dat heeft toch ook heel veel te maken met het feit dat we best met open boek gaan werken, dat de rendementen op grondspeculatie op voorhand gekend zijn. Oké. Okay. Heel hartelijk bedankt, Leo. Wij gaan hierbij de Q&A afsluiten. Bedankt voor al jullie vragen. We hebben er toch wel behoorlijk wat kunnen beantwoorden. En dan zou ik nu graag het woord geven aan onze voorzitter van het Gent Milieufront, Elina Bennetsen, om af te sluiten met een korte reflectie. Elina, aan jou het woord. Dank je, Annelies. En dank je, Leo, voor de toelichting. Ik voelde in het begin een beetje een aantal schoppen onder ons kont van we moeten weer wakker worden. En soms vallen we toch weer even in slaap. Ik heb van alles genoteerd en gedachten. Het is niet strak gestructureerd, maar dat hoeft misschien ook niet. Ik denk het belangrijkste dat ik gehoord heb, is dat het niet goed gaat en dat we dat wel goed moeten beseffen. En dat klimaatverandering alleen niet het enige is waar we ons moeten op blind staren. Ik heb daarbij ook een beetje vastgesteld dat de oplossingen complex lijken te zijn en vanuit alle kanten van de maatschappij moeten komen. En dat geeft een beetje het gevoel van, ja, hebben we wel nog hoop? Gaat het wel nog lukken? En ik was dus heel blij als iemand dan vroeg van, ben je eigenlijk pessimistisch over de toekomst? En dat je resoluut zei, nee, want in de oplossing ligt zoveel waarde en zoveel beloning. En kan je ook heel snel resultaat gaan treffen. En ik volg dat volledig. En dat geeft hoop. En ik denk dat we met GMF en andere verenigingen die actief zijn, daar alleen maar meer aan kunnen werken. Ik versta dat het ruimtebeslag de sleutel is. En dat we daar de juiste keuzes moeten maken. En dat we... Dat er misschien ook wel, wat mij enorm opviel in je betoog en in de reacties die ook binnenkwamen, er is verdorie expertise vanuit allerlei kanten nodig. En we moeten meer vroeger al samen spreken en ook eens uit ons kot komen van ik ben de natuurexpert of ik ben de technologische expert en ik kan allerlei innovaties aanleveren. Maar om niet alleen meervoudig ruimte te gebruiken, maar ook meervoudige disciplines in die projecten te gaan trekken enzovoort. En dat is een enorme uitdaging. Ik weet niet hoe dat we daar morgen aan gaan beginnen. Maar ik denk dat avonden als vandaag in elk geval enorm inspirerend kunnen zijn daarvoor. En ik wil u daar dan ook heel hard voor bedanken. Graag gedaan. Ik ga het hierbij laten. Ik wil bij anders beginnen we opnieuw. Mensen, voilà, ik wil de mensen die achter de schermen hier de vragen hebben geregeld en de avond hebben voorbereid, heel hard bedanken. Ik wil ook de Green Office van de Universiteit Gent bedanken om dit mee te organiseren. Leo, bedankt om aanwezig te zijn. Ook van mijn kant dank voor de goede organisatie. En aan iedereen die deelgenomen was, ik zag op een gegeven moment 160 ergens in het scherm verschijnen. Ongelooflijk dat wij op zo'n avond allemaal achter ons scherm kruipen en eens komen luisteren. Bedankt om hier te zijn en hopelijk tot snel. Wie graag meer over GMF wilt, dat ga ik nog even meegeven. Jullie kunnen alle info vinden op www.gentsmilieufront.be. Waar zal de link verschijnen? Want het is opgenomen. Sommige mensen vonden het snel gaan. Ik wou veel zeggen, dus ik heb gas gegeven. Dat laat ik terug aan Annelies om af te sluiten dan. Ja. Okay. Wij gaan de... Bedankt Elina voor jouw uiteenzetting, voor jouw afsluiting. Wij gaan de link deze week, komende week, gaan wij die via mail doorsturen. Dus, naar alle deelnemers? En daar kan dan, naar alle deelnemers. En daar kan uw uiteenzetting dan terug opnieuw benoemd worden. Oké. Okay.